Welkom bij Beeld Geraas, een nieuwsprogramma waarin roomblanke mannen als een trein over de gedachtenpolitie heen denderen. Ja, jongens, hebben jullie gehoord, Trump, ja, die wordt toch ook wat ouder de laatste tijd, maar blijkbaar is hij, is hij van zijn podium gevallen en hij had in één keer heel erg last van zijn oren. Jeetje. Ja, ik heb het allemaal niet helemaal kunnen begrijpen. Ik was heel intensief BNN aan het kijken, zoals ik altijd doe natuurlijk. Ja, het werd me toch niet helemaal duidelijk wat er nou echt aan de hand was. Ik las iets op het VRT dat het nog niet onduidelijk was of het nou paintballverf was of niet, dat aan zijn oren... uit zijn oor kwam. En hier zag ik nog een andere van Trump removed from stage by Secret Service after loud noises startles former president and the crowd. Dat zei USA Today. Hij werd zomaar opgeschrikt door luide geluiden. Ja, anders vuurwerk altijd bij die rallies voor hem is ook niet goed. Ja, ja, ja. Net een zielige puppy bij Oud en Nieuw. Ja, en MSNBC die zei van ja, Donald Trump is nu safe after popping sounds heard at a rally. Er klokken zomaar bepaalde ploppende geluiden op. Het is echt... Het is goed dat we allemaal goed geïnformeerde burgers zijn door de media. Hè? Ik bedoel, wat zouden we zijn zonder journalisten? Precies, dan zouden we helemaal niets weten. Het is echt. En ook gelijk zag je bij een andere ding, bij Newsweek, zag je gelijk de draai naar de reactie. Hè? Zo van, ja, de MAGA-mensen zijn woedend nadat Trump toevallig, hè, toevallig natuurlijk, gewond is geraakt tijdens een bijeenkomst. Ik bedoel... Hij moet niet zo staan te dansen op dat podium. Dat is gevaarlijk. Nee, precies. Het is echt niet te geloven. Ja, ik heb trouwens gehoord dat president Biden al gereageerd heeft. Hè? Die heeft gezegd dat hij het heel erg vindt en dat hij het ook een aanslag vindt op onze democratische waarden. En dat hij president Reagan een spoedig herstel toewenst. Ja, vergeet ook niet dat hij benadrukte de condolences voor JFK erbij. Hij strekte zijn condolences uit naar Jackie Kennedy, die het nu erg moeilijk heeft. Ja. Het is werkelijk ongelooflijk wat de pers er allemaal van maakt. En het is natuurlijk zo, de meeste mensen lezen hooguit de koppen van de kranten. Dus die denken ze van, ach ja, Trump wordt inderdaad een beetje ouder en dan valt hij van het podium af. Ja, zie je wel. Hè. Zoals ze dat proberen te draaien, het zal voor gewone observatoren toch ook wel duidelijk moeten zijn wat hier gebeurt. Maar nog steeds vertrouwen de mensen de media. Ja, het doet een beetje denken aan hoe ze ook Biden, ik bedoel, de laatste maanden steeds hebben gedaan. Alsof hij niet een seniele oude man was, weet je wel. Dat ze de hele tijd doen alsof hij gewoon normaal is en functioneel is. En dan in één keer naar dat debat gaat het lichtknop om en in één keer weer heel Amerika gedaan. Het is exact hetzelfde als bijvoorbeeld in 1984. Dat dan als eerst is Oceania in oorlog met Eurazië. En altijd al geweest. En dan gaat er één knop om. En dan is plotseling Eurazië dan een bondgenoot. En dan is Oceania altijd in oorlog geweest met Oost-Azië. Ja. Maar ja, zoals met de Sovjet-Unie ook. Zoals met de Sovjet-Unie ook niet vergeten. Hè? Het was altijd het slechtste regime in de 1920. En in één keer 1930, 40 is het geweldig en mooi. En dan 1950 is het weer slecht. Ja, zoals de pers erover schreef, inderdaad. Ja. Ja, ja. Maar ik denk, nu die moordaanslag op Trump is mislukt, hè, al die links op Twitter, die hebben van die teksten als zo van, you had one job, weet je wel, of they missed, weet je wel. Ik denk dat ze erg teleurgesteld zijn dat Trump het overleefd heeft. They missed? Ja. Dus het belangrijkste in dit geval is natuurlijk dat ze verwijzen naar de juiste voornaamwoorden. Ja, ook dat nog, ja. Wat was hij ook nog een trans? Was hij een trans? Ja, zoiets. Dat meen je niet, Echt waar? Nou, je kijkt je toch niet verbaasd meer voor op in de moeder. Nee, ik kijk er niet verbaasd van meer op, maar... Hij had in ieder geval lang haar en hij was zo'n soy-nerd en wat dan ook. Dus ik denk, kijk, okay, dat in ieder geval. Ja, laat ik het zo zeggen, de aardige kans van wel hoor. Ik bedoel, als je fysiologisch ziet en alles. Ik heb moeite gehad om dat te confirmeren, maar ik durf er nog wel 80% op in te zetten. Maar ze kunnen het hem niet meer vragen, want ze hebben hem gelijk doodgeschoten. Wat eigenlijk vrij dom is, want je wilt natuurlijk weten of er nog mensen achter zitten. Ze hebben hem gelijk doodgeschoten, dat vond ik eigenlijk het apart. Want als ik eens terugkijk, dan denk ik van wat heeft dat... dat sniper team van de politie dan niet veel te zijn kijken naar die keel. Ik was geschoten nadat hij schoot.
Dat vond ik, ik ben niet het soort dat gelijk over complotten gaat denken en wat dan ook, maar laat ik het zo zeggen, de incompetentie was wel merkwaardig. Ja, en ze werden erop gewezen door de toehoorders, hè, dat er iemand was die een pistool had, of althans een geweer had zelfs. Ze grepen niet in. Ze grepen pas in nadat hij geschoten had. Nogmaals, ik ben geen volledig complotdenker, want het kwam er wel op neer dat die kerel achter een boom zat en dat ze het net niet konden zien. Het is meer de incompetentie van waarom heb je niet een volledig overzicht en een tweede spotted team die op een andere locatie zit. Dat was meer wat mij opviel, een klein beetje. Maar het is in ieder geval zo dat je kunt zeggen dat de politie niet zo goed werkt. Nee. Ja. Dus in dit geval is het eigenlijk wel incompetentie in plaats van... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit gewoon puur fucking incompetentie was. Maar van de pers... Ja, maar van de pers is het natuurlijk geen incompetentie, maar wel kwaadaardigheid. Hè? Ik bedoel, die hetsen die ze tegen Trump hebben gevoerd al zoveel jaar lang. Het doet een beetje denken aan Fortuyn, als je erover nadenkt. Absoluut. Absoluut. Hè? De pers is ook verantwoordelijk voor de moord op Fortuyn uiteindelijk. Het is precies hetzelfde geval. Natuurlijk moeten we zeggen dat Fortuyn was... Kijk, Mafkees wil ik hem niet volledig noemen, maar hij was wel een beetje... Hij was gewoon een interessant karakter, zou ik het zo noemen. En dat is Trump ook. Alleen Trump is... Kijk, Fortuyn was wel echt anti-migratie objectief en constant. En Trump is natuurlijk, zoals we allemaal weten, een beetje een handelaar en verrader zelf ook. Maar daar staat tegenover, Trump heeft een mythische status bereikt in feite. Het gaat niet eens meer om wat hij precies doet. Hij is een soort avatar geworden van de blanke Amerikanen, hè? Van een onderdrukt volk. Dus het is echt waar. Nee, ja, oké, dat zal wel wezen, maar het is een feit. En het klopt inderdaad wat Trump op een gegeven moment zei. Hè. Hij zou iemand neer kunnen schieten op Fifth Avenue in het openbaar. En dan nog zouden zijn volgers hem blijven volgen. Eenvoudig omdat hij... Ja, ze hebben niemand anders ook die hen vertegenwoordigt. Dat is heel tragisch, maar hij is echt een mythische avatar geworden. Vanuit dat positie, wanneer we weten dat hij niet voor ons is, niet met ons ja, is. Ja, dat weten we allemaal. Ik zeg het dus, even, je zegt van, hij is dus een volledige avatar en de gemiddelde Amerikaan kan daar niet boos omheen meer. Ja, precies. Zijn we eigenlijk niet een klein beetje triest dat deze man nog minstens 10 jaar misschien wel doorgaat? Je zegt er is niks anders, maar er kan niks anders komen, omdat hij er is. Ik denk dat hij een historische rol speelt die hij zelf helemaal niet beseft. En dat door zijn aanwezigheid, door het feit dat hij die rol gekregen heeft op een of andere manier, dat hij een katalysator is... En dat op zich wel heel gunstig voor ons is. Hij moet op een gegeven moment wel weg natuurlijk, want er moeten betere leiders komen. Maar ja, hij is een eenmalig event wat dat betreft. Dus, Ik wil wel benadrukken dat over 4 jaar kan dat hele politiek speelveld er heel anders uitzien qua figuren die omhoog komen. Ja, dat zal zeker. Dat zal zeker. Maar Trump nu is eigenlijk gewoon de avatar van de blanke Amerikanen. En daarom wordt hij ook zo gehaat. We moeten niet vergeten, voordat hij presidentskandidaat was, was hij geliefd bij de hele pers, de liberale elite en zo. Vond ze hem allemaal fantastisch. Werd hij geïnterviewd bij Oprah en zo. En zei ze van, nou zou je geen president moeten worden en zo, zei Oprah tegen hem. Het is pas omgeslagen toen hij... presidentskandidaat werd en bovendien een verkiezingscampagne ging voeren waarin zeg maar de stilzwijgende afspraak tussen republikeinen en democraten doorbroken werd dat ze het nooit zouden gaan hebben over immigratie, dat immigratie gewoon altijd maar door zou gaan. Dus er moet iemand anders komen, maar voorlopig speelt Trump een rol die denk ik toch uiteindelijk voor ons wel positief is. Hoe slecht zijn beleid ook is, dat is het raar. Gewoon simpelweg niet mee eens, maar oké, ik snap je punt. Maar kijk, ik ben het volledig eens dat hij de avatar is, maar dat is het probleem. En ik denk niet dat hij enigszins iets goeds ervoor doet. Ik denk dat hij alles tegenhoudt, alles weerhoudt. Zijn hele campagne, hij heeft al toegezegd dat hij op elk economisch vlak, op alle dingen, migratie, alles, gewoon gaat doen wat de democraten willen. Heeft hij letterlijk al gezegd. Hij heeft al donoren en alles toegegeven van, ja, we gaan eigenlijk helemaal niks doen. We gaan helemaal niks doen. Nou, de donoren die hebben op een gegeven moment dat Project 2025 aangevallen. Althans, die hebben gezegd dat gaan wij niet doen. Ja, maar hij heeft ook al gezegd van dat gaan we niet doen. Hij heeft het zelf ook al gezegd. Je moet begrijpen voor zijn baas, dat project Babla 2025, het is hetzelfde als de muurprojecten en al die dingen. Zijn basis probeert dat te organiseren. Zo van, hier Trump, hier kun je het mee doen. En dan zegt Trump, oh ja, bedankt. En dan gooit hij het weg. Ik ben het er niet mee eens dat dit positief is. Ik denk dat ik zie hem echt als een barricade voor gewoon... iets nieuws. Maar kijk, weet je wat het ook is? Ik ben niet altijd eens wat mensen zeggen van, oh, maar dan hebben we gewoon weer hetzelfde saai apathisch systeem. Apathie is tot op zekere hoogte ook goed voor ons. We willen niet een imperium dat vurige leiderschap heeft met een basis die zogezegd voorgelogen wordt en ten strijde gaat strekken tegen bijvoorbeeld Iran of zo. Ik wil niet dat allemaal blanke jongens denken dat
hun god, keizer, Trump, hun gaat redden naar een naoorlog met Iran en Rusland. Dus hij zal ze laten sterven voor Israël. Die kans is heel groot. Dat wil ik, ik ben het niet eens dat hij positief is. Ik ben het wel eens hij positief is geweest. Kijk, dat is wat jij probeert te zien. In 2016 extreem positief. En 2017 ook nog wel voor de blanke identiteit. Dat klopt. Maar dat is voorbij. Dat is voorbij. Ik zie dat niet terugkomen ook meer. Ik denk dat dat voorbij is. Ik denk, en blanken zijn ook min of meer, politiek gezien, in ieder geval al intellectuele blanke nationalisten, et cetera, die zijn al lang weg van hem. Maar ja, het gaat om de gewone Amerikanen. Het is natuurlijk zo, ja... Ja, maar die gaan pas verder kijken weer naar wat dus die nationalisten doen, als hij weg is. Ja, aan de andere kant, nou ja, goed, toch als avatar heeft hij misschien nog wel nut, want de haat van de anti-blanken, van de linkse en zo, die wordt nu zo overduidelijk. En ik denk dat dat toch een hele hoop blanke uiteindelijk de ogen zal openen. Kijk, wat wij doen is weliswaar nuttig voor een kleine groep. Maar degene die het meeste eraan werken dat wij groeien, dat zijn onze vijanden. Omdat ze zo extreem zijn, omdat ze zo door het lint gaan de hele tijd. Dus nou, ik ben nog niet helemaal ermee eens dat Trump negatief is. Ook al geeft hij dan ook Syrië en Irak aan Israël en zo. En, we kunnen het nog wel even hebben over het feit dat, laten we een theoretisch gebeuren zeggen, dat hij er wel aan zou zijn gegaan. Hoe zou het er dan uitzien? Nou, dan zou je allemaal rare republikeinse ultrasemieten zou je ze kunnen noemen. Laat ik het zo zeggen. Dan zou je een achtman of zo krijgen, dat soort dingen. Ja, en dan, dan zou Biden winnen. Met garantie zou ik zeggen, niet eens omdat Biden een wint, maar gewoon letterlijk iedereen zou zoiets hebben van, ja oké, dat kan je niet. Nou ja, je weet het niet hoor. Maar goed, ik denk wel dat nu Trump het overleefd heeft, dat Biden binnenkort gaat uitglijden op de badkamer. Ik weet niet of Biden dan gaat, of hoe het zal gaan voor Biden. Ik bedoel, hij is nu zijn vice-president kwijt, bijna. Oh ja. wat was het ook alweer? Hij noemde, Kamala Harris noemde hij president Trump, hè? En hij noemde Zelensky. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. Die noemde hij president Putin. Ja, hij zei, ik laat het niet goed in en ik advies maar ja. Biden heeft eigenlijk een soort voorspelling gedaan, hè? Want de president van Oekraïne, ja, dat zal gewoon president Poetin worden. Hij leeft gewoon ver vooruit. Ja, hij is stabiel, hij luistert naar mij. Ik zeg nu zo van, ja, we moeten over 4-5 jaar denken hoe het politiek speelveld er dan uitziet. Ja, dat doet Biden eigenlijk al. Ja, precies. Als jij bent net als Wormtong voor Biden, die wel zo de influencer. De toekomst ziet er zo uit. God, ik wou wat zeggen, maar ik ben nu weer klaar. Nou ja, oké. Ik heb echt Biden momentjes nu. Ja, heb jij ook last van jetlag? Biden die zei de hele tijd dat je last had van jetlag. Ik ben een zwarte vrouw. Ja, daar had ze ook nog een andere woordspeling. Dus dat hij in een radioprogramma naar zichzelf verwees als een... Ja, als een zwarte vrouw of als zwarte president of iets dergelijks. Oh ja. Dat hij de eerste zwarte president was. Ja, dat is zeker volgens mij. Ja. Ik had echt zoiets van, ja, Obama is inderdaad niet echt zwart, dus jij bent... Maar hij zei toch ook van, als je niet democratisch gaat stemmen, dan ben je niet echt zwart. Als je niet op de democraten stemt, dan ben je niet zwart of zo. Ja. Om te citeren, I'm proud to be, as I said, the first vice president. First black woman to serve with a black president. Liberalen geloven echt dat ras natuurlijk alleen maar een cultureel identiteitje is en dat je het zo kan aannemen en opnemen. Dus kijk, vanuit hun perspectief is Biden gewoon echt een ghetto-neger. Ja, de eerste transraciale president. Ja, de eerste. Niet Obama, maar kijk, Obama die ging door met het blanke identiteit en het spreken als zo'n opgepopte New Yorkse liberaal. Yeah. Dus eigenlijk was hij een blanke president nog steeds natuurlijk. Dus ik geef Biden gelijk. Ik bedoel, Biden is de eerste echte zwarte president. Ik wil bij, als Kamala Harris Biden zou vervangen, dan zou het nogal heel onduidelijk zijn. Want zij gaat de hele tijd heen en weer tussen of ze zichzelf identificeert als een Indiër of als een Afrikaan of... Ja, het is gewoon een enorme mystery meat, zoals ze in het Engels zeggen. Ze is van India's afkomst, of niet? Ja, ze heeft verschillende lijntjes die in haar zijn uitgekomen. Het komt eigenlijk gewoon neer op President Biden, or how I stop worrying and love to see now gerontocracy.
Ja, precies. Het heeft wel een heel mooie foto opgeleverd. Die hele foto met Trump die dan met een bloed gezicht erbij staat. Met al die agenten eromheen. Amerikaanse vlag in de achtergrond. En dan vervolgens vuist omhoog en dan schreeuwen. Vecht, vecht. Ja. Hij weet wel wanneer die PR kan. Dat zal ik hem altijd toegeven. Hij weet hoe die... Hij weet het politieke spel, laat ik het zo zeggen. Ik zie toch nog steeds positieve effecten van Trump. Dat hij toch blanke toch meer over de lijn zal trekken. En weet je, als ze eenmaal in de Trump-beweging zitten, misschien dat ze dan nog het echte nationalisme vinden. Huh? Je weet het niet. En ja, het plaatje... Het, uiteindelijk komt het er wel gewoon op neer dat gewoon mensen uit onze hoek in de Verenigde Staten zich beter moeten kunnen organiseren. Ik bedoel, we kunnen zoveel speculeren of dit of dat goed vinden als we willen. Maar als er niks, ja, als er niet genoeg is om nieuwe mensen op te vangen in Amerika, of tenminste de dingen die er zijn om mensen op te vangen zijn niet goed genoeg, dan maakt al deze speculatie niet zoveel uit. Ja. En je vindt het dus niet goed genoeg? Nee. Als ik kijk nu naar hoe dominant stromingen zoals die America First beweging van Nick Fuentes zijn geworden, dat wat vol zit met compleet volslagen idioten, ja, dat is toch wel jammer. Het is ook gewoon zielig om te zien, ook een paar weken terug, dat je dan oudere, ja, hoe zou ik het zeggen, iets wat meer gecultiveerde figuren hebt, zoals Jared Taylor en David Duke, die nog de jeugd willen aanspreken, die daar naartoe gaan, die zich dan opgetogen voelen, maar ja, volgens mij niet echt helemaal bekend zijn met de achtergrond van die beweging. Ja. Hoe knotsgek het er daaraan toe wel niet in gaat. Sowieso met Taylor en Duke, die zijn zo oud nu. Ja, ik wil niet hard op ze zijn, maar die zijn zo oud dat ze 0,0 meer echte serieuze interacties met de zogezegde millennial en zoomer hebben. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat ben ik niet met je eens. Dat ben ik niet, want het is namelijk wel zo, Jared Taylor met name, die heeft toch wel, hè, ik zou zeggen, ook net als Trump, een beetje een mythische status. En die heeft echt wel invloed in onze kringen, hoor. Eigenlijk is hij volgens mij de meest invloedrijke van allemaal. Ja, maar ik heb het gevoel dat alleen mijn generatie X en oudere millennials zijn. Ik hoor nooit een jonge iemand bij mij daarover. Nooit. En waar hoor je ze dan wel over als het Amerika betreft? Constant fucking Fuentes en constant christelijk nationalisme. Dat soort meme-ideologieën zou ik haast zeggen. Andere figuren, heel veel onzinnige katholieke dingen en zo. En eigenlijk niet over wij zogezegd de kernbeginselen van Amerikaans, wat ooit in Amerika, black nationalisme, hoe dat begon. Daar hebben ze eigenlijk helemaal niks mee. In de helft van de tijd kennen ze de woorden die ik heb het laatste groepje van allemaal ook rond de 20 gesproken. Van. En kijk, dan gooi je een aantal termen uit. Die kennen ze dan gewoon allemaal niet. Dus ze hebben andere terminologie en zo. Dus dat is echt gewoon een andere ideologie geworden. En ik heb gewoon het gevoel, we hebben gewoon verloren die jeugd daar. En het America First Fuentes spul. En dat is eigenlijk gewoon weer een slome terugkoming naar de Republikeinse Partij. Met een christelijker randje. Maar ik bedoel, dan kun je ook weer terug naar de jaren 70 van de Republikeinen. Dus ja. Heb je nou echt wat veranderd? Nee, dan heb je dus niks veranderd. Dus... Ja, kijk, Fuentes werd wel groot op een legitieme kritiek op de alt-right. Dat er te veel een soort van white nationalism 1.0 neonazi-achtige zooi werd. Dat is wel, daar had hij wel gelijk in. Dat gewoon qua optics en dergelijke zaken, dat de alt-right uiteindelijk, zeker qua IRL in het echte leven, activisme gewoon heel slecht werd. Maar ja, wat hij dan zelf daarna doet, met allemaal van dat soort e-celeb figuren, online celebrities. Ja, maar het bestaat toch uit online beroemdheden? Ik bedoel, wat is het anders? Personen zoals Bake Alaska, Andrew Tate, dat soort dingen allemaal. Ja, mensen zonder intellectuele en ideologische capaciteiten. Mensen die alleen maar sport aan je verkopen, bijvoorbeeld. Of nieuwe. Letterlijk hetzelfde als Alex Jones, weet je wel. Van, oh, koop mijn vitaminepilletjes, koop me dit. Hele tijd complottheorieën over de meest onzinnige en onbelangrijke dingen. Voeding, et cetera. Constant daarmee bezighouden. Ook echt compleet degeneraten types. Dat bijvoorbeeld die Ali Alexander of zo, die dan Afrikaans en Arabisch bloed had of zo, en die dan rondging, eigenlijk gewoon aan het groomen ging van allemaal van die jonge jongetjes daarbij binnen die America First beweging. Waarvan Fuentes zich bewust was en hij het alsnog gewoon door liet gaan vanwege de politieke verbindingen van Ali Alexander. Dat is allemaal geweest, hè? Ik bedoel... Het betekent wel gewoon dat Fuentes... Niet iets is wat je in je kringen wilt houden. Ja, hij is er wel, maar dat is dus het probleem. Hij zwakt ook wel iets af, hè? Hij zwakt ook wel iets af. Laten we er niet om indraaien. Ik bedoel... Nou, hij gaat door de jaren heen, gaat hij nog wel heen en weer over zijn echte edgy standpunt. Ja, dat ook. Je zegt van, hij bekritiseerde de originele alt-right, maar de grootste kritiek op de alt-right is gewoon te veel larp, niet serieus. Ja, dat dus. Ja, maar kijk, er is een verschil tussen te veel larp... Dat doet hij dan zelf dan ook, daarna. Ja, dat is het.
dat wou ik zeggen, van, hij zegt van jullie larpen en zijn onzinnig extreem, heel extreem zonder doeleinden, extreem zonder ideologisch punt of redenering. En dan vervolgens, natuurlijk 10 minuten later, zit hij met een snorretje zogezegd een uitgestrekte arm op de video. Dan denk ik van, wat ben je voor een compleet gestoord persoon? Dus we hebben een gestoorde Trump en we hebben een gestoorde Fuentes. Ja, Fuentes is gewoon ja, is nog erger dan Trump. Trump is wel slim, stiekem. Trump is gewoon een handelaar die gewoon een goed spel speelt. Fuentes is gewoon een verfilmd jochie die heel popiopi is en een sociopaat is. Dat is wat hij is. En het probleem met de alt-right is, ik bedoel, je had bijvoorbeeld toen die organisatie, de NJP die hebben opgestart. Nou, dat leek eerst heel goed, maar vervolgens allemaal interne kinderlijke drama. Dat heeft dat, tot zover als ik begrijp het niet helemaal, heeft dat laten imploderen. Dus dat is altijd een probleem. Daar word ik zo fucking moe van, altijd. Ja, maar NGP was altijd alleen maar voor online bedoeld. Ze probeerden iets in het echte leven. En toen was het gewoon één grote flutzooi. Kan. Maar voor de rest dan heb je bijvoorbeeld die Patreon-plot. Nou, dat is dan wel op zich op eerste oogpunt wel goed georganiseerd. Maar hangt het zich helemaal vast aan Amerikanisme tot op het punt dat, het, dat je jezelf dus eigenlijk op oneerlijke wijze gaat voordragen. Want je bent het helemaal niet eens met wat Amerika is. Weet je wat, het is van aan de ene kant, je wil niet modern liberaal Amerika hebben, tegelijkertijd, je doet wel de kleurenvlaggen en je zegt wel de hele tijd, oh, we zijn een multiraciaal coalitie van bla bla bla, tegen wat? Tegen de multiraciale coalitie van liberalisme. Dus ja, ja, maar goed, dat geld is voor beide. Dat geldt voor Fuentes en dat geldt voor de Patriot Front. Die blijven allemaal haken. Die blijven allemaal haken in Amerikanisme, wanneer juist het hele fucking probleem dat wij hebben is het Amerikaanse imperium. De hele vorm, alles dat eromheen zit. En als je daar geen afstand van kunt nemen, ja, dan kun je het zo stoppen, want dan ben je dus nog steeds bezig ermee. Ja, maar aan de andere kant is het wel zo. Als blanke Amerikanen een identiteit hebben in Amerika, dan is dat natuurlijk de Stars and Stripes. Dus op zich snap ik wel dat ze op die manier aansluiting proberen te vinden. Het is beter dan wanneer je met de kunstschilder uit Oostenrijk de hele tijd aankomt. Het is beter om je echt op Amerika zelf te richten. En dan kun je wel zeggen van ja, maar dat is allemaal liberalisme. Ja, oké, dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat daar een nieuwe etnos in feite gecreëerd is in die 2,5 eeuw dat ze daar zijn. En die heet nu, dat zijn nu eenmaal de Amerikanen, of zoals ik laatst hoorde, de Amerikaner. Als variatie op de Afrikaner. De blanke Amerikanen. En ja. Wat nou als het probleem is dat die hele identiteit inherent gewoon van begin, bijna vanaf het begin af aan, in ieder geval sinds de burgeroorlog, dat het gewoon eigenlijk gewoon niet goed is. Wat nou als die hele identiteit inherent fout is, inherent anti-blank is, inherent leidt tot deze huidige situatie. Ja, wat nou als elk onderdeel daarvan gewoon inherent altijd fout en bespeeld is? Wat dan? Wat nou als het echt zo is? Ja, ik denk dat het een vraag is die wij nu kunnen bediscussiëren, maar die politiek nu niet relevant is. Ik denk dat het juist heel relevant is. Want de mensen die nu daar achteraan lopen, die zijn nog niet zover. Je kunt dus wel voor de troepen uit willen lopen, maar ja, veel effect heeft het nu niet. Nou, ik denk dat het Amerikaans imperium gewoon binnen 10 tot 20 jaar extreem gaat vallen. Gewoon, daar ben ik gewoon van overtuigd. Ik denk dat het daarom wel extreem belangrijk is, om dit door de mensen heen te krijgen, om een beweging te starten die gewoon in ieder geval zogezegd sceptisch is naar de hele conceptie van Amerika zoals het nu is. Hetzelfde met Rusland, dat het twee multi-etnische rijken zijn die anti-Europees zijn geworden. Ik denk dat het wel belangrijk is om bij iedereen een soort van pro-Europees en eurocentrisch, zogezegd continental, ik zou niet eens eurocentrisch, want dan zou ik Engeland erbij voor, ik zou haast zeggen gewoon continentaal denken, zogezegd. Vanuit dat beeld, ja, daar moet je toch op een gegeven moment erin krijgen, dan wel niet misschien bij de hele bevolking, maar wel bij een zogezegd je eerste officieren, dat die dat allemaal op zijn minst begrijpen, want zover zijn we ook nog niet, helaas. Als op een gegeven moment dingen gaan accelereren, kun je in ieder geval verzekeren zijn dat we niet opnieuw gewoon weer beginnen met weer een multi-etnisch rijk in Amerika. Ja, maar ik snap dus dat je dat ik zou het ook graag zien dat het op die manier zich zou ontwikkelen, maar daar zijn we nog niet. Dus nee, maar daar gaan we wel op een gegeven moment heen en we moeten wel voorbereid zijn. En we moeten in ieder geval ervoor zorgen dat mensen een beetje begrijpen van, kijk, we gaan niet weer opnieuw een soort van multiraciaal coalitie onzin doen en dat weer Europa gaat domineren en zo. Dat moet gewoon afgelopen zijn in Amerika. Ja, oké, maar het gaat. Ik onderscheid dus twee onderdelen van die hele beweging. Het Amerikaner zijn, hè? Dus gewoon blank, etnisch.
En dan heb je daarnaast natuurlijk nog die hele ideologie waar we aan moeten sleutelen, omdat die op de lange termijn gewoon rampzalig uitwerkt. Ga je dan moet je wel zeggen dat de hele amendments en zo, dat dat allemaal heel, heel goed is en zo, en dat de founding fathers geweldig zijn, ga je dat dan ook doen? Want dat is, waren ook gewoon een stel multinationale, multirijk gewoon kapitalisten. Nee, de immigratiewet van 1791 of zo, die stelde vast dat Amerika open stond voor blanken met een goede naam. Dus je kunt niet zeggen dat het vanaf het begin allemaal prut is geweest. Je kunt wel zeggen, ja, dat liberalisme, dat willen we niet hebben. Oké, maar nogmaals, dat is de ideologische bovenbouw. En als je het over Amerikanen hebt, dan kijk ik allereerst naar de etnos die zich daar gevormd heeft. Gebaseerd op biologie en op het bewustzijn een volk te zijn. Hè? Dat zijn twee kanten van nationalisme. En ik denk dat die dingen zijn nu nog onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten proberen om mensen te laten inzien dat er heel wat mis is met de ideologie van het liberalisme. Maar dat zijn twee dingen die je eigenlijk tegelijkertijd moet doen. Aan de ene kant is het etnisch bewustzijn van de Amerikanen toejuichen, maar de ideologie wel bekritiseren. Ja, nou ja, kijk, de manier waarop ik dat altijd doe is, ik zeg gewoon van, je bent geen Amerikaan, je bent een Europeaan in Amerika. Dat is wat ik altijd zeg. Je hoort gewoon bij de Europese frontier in Amerika. Ja en nee. Hè? Ik bedoel, het is wel zo dat al die volkeren daar zich vermengd hebben. In de zin van Italianen en Ieren. Dus ja, oké. Je bent niet genoeg dan anders. Je bent gewoon Europeaan. Dat is wat je bent. Ja, maar goed. Ze toch wel met een hele eigen geschiedenis en een eigen zelfbewustzijn. Ik bedoel, als je een Amerikaan tegenkomt in Nederland, een blanke, een Amerikaner dus, je haalt ze er onmiddellijk uit. Hè? Ik bedoel, ze hebben toch echt wel iets eigens. Dus ja, je kunt zeggen, ja, je bent Europeaan, maar ze zijn nog iets anders dan dat. Ja, ik vind dat je ze toch wel Amerikaner kunt doen, eerlijk gezegd. Maar goed. Ja, misschien is het dan beter om dan naar het volgende onderwerp toe te gaan. Trump werd net aangevallen met een kogel, maar er was gevonden op een andere aanval plaats laatste week. De website van de Heritage Foundation, een conservatieve denktank in Amerika, bekend onder andere voor dat Project 2025, waar we het net al over hadden. De website daarvan is onlangs aangevallen door een groep genaamd SiegeSec. Een groep die zichzelf omschrijven als gay furry hackers. Persoonlijke gegevens over leden en meelopers van de Heritage Foundation werden online gegooid. SiegeSec was ook al eerder verantwoordelijk voor cyberaanvallen op bedrijven die banden hadden met Israël, een katholieke universiteit en het hoofdkwartier van de NAVO. De groep zelf beweert nu opgeheven te zijn op gronden van de emotionele gezondheid van de leden en zorgen over aandacht van de inlichtingendiensten. Ja, natuurlijk. Als je die omschrijving hoort van die groep, dan denk je zo van, het verbaast me dat ze het nog zo lang hebben volgehouden qua geestelijke gezondheid. Ik denk dat ze opereren vanuit een veld waar er al helemaal geen sprake meer is van emotionele gezondheid. Ze zijn het al overstegen. Toch moet je er wel bij zeggen, hè? Het zijn vaak wel heel intelligente autistische jongens, hè? Dat is het jammere aan de hele situatie. Dat veel van die er zijn nog steeds mutanten. Jawel, maar dat is veel van die mensen die eigenlijk heel intelligent zijn en een goede rol zouden kunnen spelen, op deze manier helemaal af zijn gedreven. Ja, je hebt het een beetje over de trainee die als ICT'er werkt en waarschijnlijk wel gewoon een hoog performaal IQ heeft. Nou, er zijn er dus heel veel van dat soort hoogbegaafde ICT-achtige mensen. Je hebt het nu over die meme van de drie wegen van autisme. En dan heb je één weg dat gaat naar, oh, ik word geobsedeerd met treinen of mechanica of voertuigen. Dan heb je een andere weg, dan word je furry of iets anders raar, seksueel degeneratie, wat je volledig gaat uitsystematiseren. En dan heb je een derde weg en dat is dan een soort van meer fascistische lager. Gewoon traditie meestal, zoiets. Ja. Dat is, maar ik ben het niet eens eens met zo'n meme, maar dat zei. Ik bedoel, wat ik altijd zie, ja, ik heb er geen verstand van medische dingen of zo, maar ik heb het gevoel dat die mensen, die hebben altijd meer Asperger of zoiets-achtige autisme, hoe je het ook wil beschrijven. Het is toch anders. Degene die transseksueel... Ja. Je merkt dat het toch een soort van anders is dan bijvoorbeeld dat je een treinautist ontmoet. Een treinautist? Ja, die ontmoet je toch best vaak in het gewone leven, tenminste. Ja, ja. Ja, je merkt bij die mensen dat daar zit gewoon minder bijvoorbeeld persoonlijke twijfel inherent ook al in of zo. Dat is gewoon echt van, wauw, ik geef alleen maar om treinen. En dat is op tijd. Maar als je zo'n trainee ziet, dan, die zijn constant met zichzelf bezig. En dus daar zit een soort van ook een... Ja, ik weet niet, misschien narcissisme of zo.
een soort extra laagje aan. En de treinautist, die kijkt niet eens naar zichzelf. Die heeft eigenlijk zichzelf gedehumaniseerd. En die wil gewoon fucking een welgeoliede machine. Dat is toch een heel ander speesje. Dus het is niet, ik loop niet in de zogezegd, je kiest een weg of zo. Maar nee, ik ben heel genetisch hierop. Gewoon die treinautist gaat nooit veranderen. Dat is altijd een treinautist. Nee, ik herken natuurlijk gewoon dat op dat spectrum zitten er heel veel verschillende vormen. En dat werkt ook gewoon politiek gewoon heel anders uit. Maar het is natuurlijk niet een kwestie van een bewuste keuze of iets ergens dat wordt gemaakt. Nee, dus nogmaals, dat ik het zeg. Het is gewoon heel diep in de geest. Die treinautist, het maakt niet uit welke regime je hem inzet. Hij gaat met die trein bezig. En het enige vervelende is dat als hij niet een fijn regime heeft, gaan de treinen niet op tijd rijden. En dan wordt hij pissig. En dan krijg je een wraakzuchtig autist. en kijk maar uit, want weaponized autism, dat is heel gevaarlijk. Ze lieten mijn treinen niet op tijd rijden. Nou ja, er zit wel een zeker argument in dat al die autisten, als je daarmee spreekt, zij hebben wel een soort van analysecapaciteit waarin ze ook begrijpen van... Bijvoorbeeld de reden dat een treinautist wel een racist wordt soms of zo, is dat hij begrijpt dat zijn maatschappij inherent beter functioneel moet zijn dan het nu is in de tijd, snap je? Dus dan kijken ze naar een lijn van hoe een wereld zich, hoe landen zich opbouwen. En dan zien ze in één keer een krenkeling in hun land of zo. En dan denken ze van ja, dat kan eigenlijk niet. We hadden al een supersneltrein hier moeten hebben naar de Lelystad of zo. Dus er is inherent iets mis met de planning van de regering. Dus de regering is kwaadwillig. Die heel makkelijk maken. Dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Ja, dus binnen een technische context zijn ze dan heel gefocust op het systematiseren en maximaliseren van hetgeen wat ze interessant vinden. En dat zetten ze dan eigenlijk over op hun sociaal denken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de baan en zo, en wat voor werk mensen doen, wie dan uiteindelijk zogenaamd terrorist of zo, of nationalistisch wordt. Het zijn vaak bijvoorbeeld ingenieurs, hè? Er zijn heel veel ingenieurs, blijkbaar. Logisch. Ik kan één hele bekende ingenieur, hè? Er zijn er meerdere, dus... Het is een beetje specifiek, alsjeblieft. We maken net het punt dat er juist heel veel zijn. Oh, ik dacht Mussert. Nee, maar kijk, dat is het probleem. Ik dacht van, zou die Mussert bedoelen? Nee, ook niet. Er zijn er te veel. Nou ja. Wie is het? Dan is de Oostenrijkse kunstschilder. Dit is wel een uitzondering. Ja, het is geen uitzondering, maar het is meer gewoon... er zijn gewoon bepaalde persoonlijkheidstypen vanuit verschillende hoeken die uiteindelijk daar terechtkomen. Nou, hij was wel een uitzondering, maar ook binnen zijn uitzondering niet helemaal. Als we kijken bijvoorbeeld naar de realistische kunstbeweging, ja, die waren dus allemaal een vorm... van traditioneel en nationalistisch. En dat is ook weer tot op zekere hoogte kunst als een ingenieur. Want ik bedoel, uiteindelijk als je kijkt inderdaad naar de Oostenrijker, zijn beste tekeningen waren altijd meer architectuurtekeningen. Dus dat is weer helemaal, dan ga je dus weer naar de logische denken. En het, dat is wel waar natuurlijk. En dat dus, is met realistische kunst ook, dan ga je om serieuze proporties en dan ga je dus niet kijken naar van wat ziet er leuk uit, wat bespeelt de emoties. Je gaat kijken naar van... Ik wil een accuraat beeld van de mens hebben in zijn werken of zo, bijvoorbeeld dat soort dingen. Nou, nu we genoeg gepraat hebben over gay furry hackers, gaan we vanuit daar gewoon verder naar het stukje van al die dingen van Nederland. Zoals iedereen wel zal weten, we hebben voetbal gehad. Hè? Koning Voetbal liet afgelopen weken weer eens een lelijke tronie zien. Na het verlies van het Turkse tegen het Nederlandse elftal, stipten de Turkse fans met nadruk aan bij wie hun echte sympathie lag. De NOS deelde mee dat de feestelijkheden hier en daar wat uit de hand waren gelopen. Zoals in Den Haag en Eindhoven. Volgens een woordvoerder van de politie zochten groepen mensen, de confrontatie op met de politie. Agenten werden bekogeld met onder meer stenen en vuurwerk. Enkele agenten liepen gehoorschade op. Tja, dat luide Turkse geblaar, daar zou ik ook gehoorschade van krijgen. Ook werden journalisten belaagd met vuurwerk. Oranje fans die toeterend rondreden, werden op de bon geslingerd. €189 per prent. Dit staat natuurlijk wel in schil contrast met allerlei Turkse relfeesten, waarbij kruispunten en complete knooppunten werden overgenomen door toeterend vuurwerkvolk. Toen ging de politie gezellig op de foto met onze besneden relschoppers. Een lichtpuntje bij voetbal was wel de solidariteit die de Nederlandse fans mochten ervaren van de Duitsers tijdens hun wedstrijd tegen Engeland. Maar ja, dat is toch ook logisch. We hebben echt nog wel samen een appeltje te schillen met het perfide Albion. En geef New York terug. En Suriname mag je houden.
De immigratiecrisis. De Europese Commissie, een volstrekt ondemocratisch instituut, want niemand heeft ooit voor hen gestemd, die vindt dat Nederland niet zomaar een asielcrisis mag uitroepen. Dan zou namelijk Nederland maximaal 2 jaar de behandeling van asielvragen kunnen stoppen. De D66-europarlementariër Sophie in het Veld, een beruchte naam in onze kringen, had om deze uitspraak gevraagd. De commissie dreigt met de rechtszaak bij het Europese Hof als Nederland toch doorzet. Verder in het kader van immigratie. De Volkskrant meldt dat de hypotheekschuld van Nederland gevaarlijk hoog is. Het afgelopen kwartaal werden huizen maar liefst 7% duurder. In 3 maanden tijd dus. Nu kost een gemiddeld huis €468.000. Natuurlijk wijt de Volkskrant dit huizentekort niet aan de immigratie. Ze geeft 2 andere oorzaken. De stijging van de lonen, ja, maar wel lager dan de inflatie de afgelopen tijd. En dat Nederlanders zoveel kunnen lenen. En als dan de rente stijgt of je inkomen daalt, kom je al gauw in de problemen. De prijs, zo schrijft de krant, wordt betaald door de Nederlanders zonder huis. Vooral Nederlanders die ook geen ouders hebben met een huis en die geen schenking of erfenis tegemoet kunnen zien. De kans dat zij ooit nog genoeg geld bij elkaar kunnen brengen om een huis te kopen is minimaal. De tweedeling, zo schrijft de Volkskrant, die dit in de maatschappij veroorzaakt, zou bovenaan de agenda moeten staan van elke politieke partij. Ja, dat doet de PVV dus. Is het weer niet goed. De nieuwe PVV-minister tegen immigratie, Marjolein Faber, wil ondertussen niet dweilen met de kraan open en heeft een bezoek gebracht aan het mislukte interneringskamp Ter Apel. De burgemeester wil daar de dwangwet, de spreidingswet, er behouden, zodat andere gemeenten gedwongen worden om de asielzoekers over te nemen van Ter Apel. Ondertussen proberen de andere gemeentes echter nog gauw even snel hun bewoners te verraden en ook zonder de dwangwet snel er nog wat AZC's door te drukken. De omwonenden wordt daarbij pas iets verteld als het besluit al genomen is. Opvallend is dat het vooral gemeentes buiten de Randstad betreft. We mogen nergens meer in Nederland een plekje hebben waar alleen maar blanken wonen. Opvallend is dat een van de gemeentes die zo aan het zieken zijn, Hoevelaken is. Dat is de woonplaats van minister Faber. Dit plaatst Faber in een lastig pakket omdat ze niet zomaar kan ingrijpen. Als minister moet je toch op afstand zijn. Ze zegt daarom alleen maar, kijk, we zitten natuurlijk met de huidige wet en regelgeving en dan hebben we de plicht om de mensen op een fatsoenlijke manier op te vangen. En misschien dus ook in haar eigen woonplaats. De Nederlandse vlag, die mag natuurlijk niet. Een andere gemeenteraad, die van Baren, wil geen Nederlandse vlag in de raadzaal of aan de vlaggenstok. GroenLinks zegt daar dat de vlag een symbool van uitsluiting is van wie er wel en niet bij hoort in Nederland. En D66 zegt heel schijnheilig dat je daar niet aan kunt beginnen als een Nederlandse vlag. Want ja, hoe zit het dan met de Europese vlag en de regenboogvlag en al die andere dingen? Opvallend is wel dat Baren nog wel steeds de Oekraïnse vlag heeft hangen. Kortom, ze pakken Nederlanders hun symbolen af omdat het typisch Nederlandse symbolen zijn. Laatste onderwerp. Sinterklaas did nothing wrong. Sinterklaas is een geheel eigen viering van Sinterklaas op Ameland, waarbij pottenkijkers van buiten in deze hechte gemeenschap niet welkom zijn. Pownet, een zogenaamd rebelse omroep, vond dat een leuke gelegenheid om eens flink te gaan zieken en toch te komen en te filmen, zodat heel Nederland zich kon vergapen aan die rare Amelanders. De journalisten werden dan ook die avond belaagd en er was geen politie om hen te beschermen. Hoewel de politie wist dat Pownet zou komen, waren de agenten gewoon terug al gegaan met de boot naar het vasteland. Voor deze tekortkoming heeft nu de Surinaamse politiechef van de eenheid Noord-Nederland, Martin Sitalsing, vergeving gevraagd. Hij deed dit op de dag van de persvrijheid, die we in Nederland wel vieren, maar niet hebben. Dominique Wezy van Pownet vergeeft de politie. En hij kondigt aan dat ze komende Sinterklaas gewoon hun werk gaan doen. Nou, ik ben net terug uit Ameland van vakantie en ik kan maar één ding zeggen, dat totale solidariteit met Ameland. Het is Ameland of het is niets, dus dit is mijn laatste stand. Voor mijn laatste... Alles voor Ameland. Ja, alles voor Ameland. Zou je dat nog mogen zeggen, vraag ik me af. Ik had toch wel zo zeggen, Ameland über alles, wat? Oké, dat ook. Ameland van de Westerschelde naar Dokkum of zo. Ameland voor de Amelanders.
Ja, maar daar komt het dus ook op neer, hè? Ameland voor de Amelanders. En dat is iets wat Pownet, hè, dat die dan zogenaamd net als geen stijl rebels zijn of zo, maar eigenlijk gewoon het narratief van de machtige gewoon op een iets andere manier verpakken, die komt dan zieken, zeg maar. Dat zijn gewoon klassiek liberalen. Eigenlijk, hè? Het is een beetje dezelfde manier waarop de BNP. Nou, ik vind dat je klassiek liberalen dan wel beledigt, hoor. Dit zijn de gewoon schoften, eigenlijk, als ik het zo vrij mag. Ja, oké. Okay, maar alsnog, vaak als je ze toch nog een argument van ze kan horen, dan is dat zijn anti-islam, want liberale waardes, et cetera. Ja, want feminisme. Want dit of dat. Voor welke waarde van neoliberalisme dan ook weer. Want ik heb zoiets van, nee, ik ben gewoon anti-externalen in mijn volk. Zo simpel is het. Wat die externalen ook mogen zijn. Ja, maar zouden ze komen uit Nieuw-Zeeland en allemaal aboriginals zijn, kan mij niet schelen. Weet ik veel wat voor geloof ze hebben. Daar gaat het niet om. Ja, precies. Nou ja, weet je, als zij dan in de meerderheid zijn, dan gaan zij de wetten bepalen en dan moet jij ook een been door je neus gaan steken en zo, weet je. Ja, dat weet ik voor wat ze doen. met zo'n, hoe heet dat ding ook weer, dat ze rondgooien of zo terugkomt. Boemerang. Ja, boemerang gooien wordt dan nationale sport, dat soort shit, weet ik veel. Nou ja, dat valt dan nog wel mee, laat ik het zo zeggen. Ga je met boemers gooien? Wat? Allemaal in de zee. Richting Tasmanië, jullie, allemaal. Alle boemers naar Tasmanië, te beginnen in Nederland. Nou, we komen nog even terug te komen over dat segment over Baarn en de Nederlandse vlag. Op zich heeft GroenLinks natuurlijk wel gelijk met die uitspraak, dat de vlag een symbool van uitsluiting is van wie er wel en niet bij Nederland hoort. Ik bedoel, ik zit er echt bij van, het is een beetje die meme, weet je wel, dat je dan die Noordse ogende chatfiguur hebt die er dan bij staat, zo van yes, ja, gewoon. Pure bevestiging. Ja. Want ja, dat is gewoon hoe een identiteit werkt. Ja, bepaalde dingen zijn iets en andere dingen zijn iets niet. Ja, maar het is ook vice versa zo. De uitsluiting van de Nederlandse vlag is de inclusiviteit van de hele wereld. Dus ja. De regenboog, de Oekraïne-vlag, de EU-vlag. Fuck, Amerika mag er ook wel. Maar maakt allemaal niet uit. Iedereen kan zijn kutvlag behalve de Nederlander hangen. En dat is hoe het werkt. Ja, die angst voor exclusief zijn is gewoon het ontkennen van de werkelijkheid. Ontkennen op het gewoon. Kijk, ik zie het niet als ontkennen. Ik zie het van. GroenLinks is gewoon heel eerlijk hier. Ze zeggen gewoon van ja, fuck Nederland. Dat is de top voor prioriteit. Dat is hun prioriteit. Dus daar zijn zij tenminste nog eerlijk in. En dan vervolgens dan komt zo'n PVV en van nee, het is niet uitsluitend en zo. Nee, het is wel uitsluitend, beste PVV. Zeg gewoon ja. Ja, GroenLinks heeft altijd veel beter door wat het werkelijke slagveld is. Ja, veel beter. De linies goed bestormen en dan krijg je zo'n PVV of zo die zegt van nee, het is niet uitgesloten, we zijn niet dit en we zijn niet dat en blablabla. Dan denk ik van, wees toch een manneke, jongen. Ja, en aanvaard gewoon hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dat weet eigenlijk links dan beter dan Het is zo makkelijk om ook op zo'n GroenLinks terug te komen van makker, dit is Nederland. Dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Dat is het enige wat je hoeft te doen en dan gewoon de vlag ophangen. En als ze hem dan wegrukken, dan hang je een tweede vlag op. En dan doe je een derde vlag. En op een gegeven moment dan kom je de volgende avond, ga je gewoon de hele fucking ding gewoon op de vlag verven. Gewoon doen. Nee, maar kijk, en wilt GroenLinks... u de totale vlaggenoorlog? Ja, leuke van als, laten we zeggen dat je in theorie zoiets kan escaleren, dat je ook echt gewoon een soort van vlaggenpikoorlog krijgt in zo'n gemeenteraad. In zo'n plaatsje, Geweldig, dat is perfecte propaganda, beide nationaal en lokaal. Ja. Kan niet meer. Je lokt ze uit, zodat ze echt gewoon... qua presentatie heel slecht opende dingen doen. Maar het is natuurlijk ook zo, als je die vlag dus niet wilt hebben, of als je ze weghaalt, dan is dat het uitsluiten van de Nederlanders, hè? Dus je kunt dat spelletje van, het is allemaal inclusief, dat kun je gewoon niet spelen als je erover nadenkt. Want of je hem nou ophangt, of of je hem juist niet ophangt, er is altijd een bepaalde groep bij betrokken. En een groep kent insiders en outsiders, dat is gewoon zo. Maar ja, kijk, het is natuurlijk gewoon een rotsmoes van de GroenLinks. Dat ze zeggen, ja, mensen voelen zich uitgesloten. Het gaat erom dat zij de Nederlanders willen uitsluiten. Daar komt het op neer, hè? Uiteindelijk. En we kunnen hier ook even interessant wijzen, specifiek op de regenboogvlag. Maar dat is wel iets anders dan de andere vlaggen. De andere vlaggen zijn dan weer internationale gemeenschappen, Oekraïne, et cetera, dat soort shit. De reden dat ik de regenboogvlag interessant vind is, kijk, hier wordt gewoon een stuk van jouw volk, dat er eigenlijk gewoon van inherent, dat is gewoon de realiteit, dat hoort er gewoon bij. Dat is gewoon je volk, weet je wel. En vervolgens ga je een soort van vijfde internationale kolonne maken, hè, want dat is wat het is. De regenboogvlag is een vijfde internationale kolonne van mensen met de zogenaamd dezelfde interesse. Is niet eens echt zo, maar alsnog, dat is wel wat ze
in principe dan geloven en zichzelf vertellen. Die mensen die eigenlijk gewoon zich kunnen en moeten kunnen identificeren in de Nederlandse vlag, die worden dus zogezegd weer via zo'n sociaal onzinnig issue eruit gesneden en die gaan dan vervolgens ook anti worden. Ja, ja. En als jij, weet ik veel, LHBT, hoe je het ook moet noemen, als jij er lid van bent, dan zou je toch juist moeten zien dat dit een nogal valse methode is en zo. En ik ben ook niet zo voor, bijvoorbeeld, ik geloof dat Dries heeft ook zoiets, is mij een keer een tijd geleden verteld, dat Dries heeft ook zo'n organisatie genaamd, een roze leeuw of zo. Ben ik ook niet echt voor dat soort secundaire dingen. Je moet je gewoon kunnen voelen in je land, in je volk. Ja. En dan heb je gewoon geen extra kolonnes. Waarschijnlijk gaan ze dan binnenkort ook de IKEA-vlag ophangen, weet je wel. Al die mensen die hun identiteit ontlenen aan het feit dat ze IKEA kopen en zo. Dat is wel het niveau, hè. Het is gewoon een sociaal issue-niveau. Het is gewoon stom. Maar aan de andere kant, het is die regenboogvlag, en zeker met die driehoeken erin en dan die cirkel en zo. Het gaat allemaal over pedofilie, geloof ik, of zo. Dat is inmiddels de vlag van de elite geworden. Hè? Die is heilig, daar mag je niet aankomen. Ze hebben hem nu ook opgehangen, levensgroot, echt achter de ramen van de Nationale Opera. Hè? Dus het is echt een uiting van de elite. Als je die vlag ook zou verbranden of zo, dan word je keihard aangepakt. Moet jij zijn Nederlandse vlag verbranden? Om agent komt je nog een aansteker lenen, weet je? Het is echt geen vergelijk gewoon. Nou ja, iemand zei een tijd geleden tegen mij van, ik had niet verwacht, 200 jaar geleden, zou ik niet verwacht hebben dat de neocastrati ooit in de hoogste theaters mogen presenteren. Maar daar zijn we nu wel. Ja, ze hebben geen echte castraten meer, maar nu neocastraten. Dan gaan we nu weer verder met Europa. Zoals we al op basis van voorgaande verkiezingsuitslagen al in de vorige aflevering voorspelden, is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen een stuk minder gegaan voor het RN. Het RN kreeg 24,6% van de zetels tegen de 37,1% van de stemmen. Het Nieuw Populair Front daarentegen kreeg 32,6% van de zetels, terwijl het maar 26,2% van de stemmen had. Dus oftewel, net zoals we al zagen eerder in Engeland, haalt het districtenstelsel de fatsoenlijke uitslagen naar beneden. En je moet er nog één ding bij vermelden, hè? Namelijk dat de andere partijen, dus zowel die van Macron als van extreem links, die hebben een handjeklap gedaan, waardoor het zo was, hè, dat in een bepaald districtenstelsel degene die de minste stemmen had gehaald van die twee, die trok zich dan terug. Zodat de enige keuze die nog overbleef, dat was ofwel het Front National, hè, de Rassemblement National, zoals het tegenwoordig heet, ofwel iemand van de partij van Macron of een extreem linkse. Dus die twee hebben samengewerkt om het Front National zo klein mogelijk te houden. Dus je ziet, zodra het over immigratie gaat, zijn er maar twee partijen. Je hebt zeg maar dan het Front National, hoe slecht ze ook zijn, en je hebt alle andere partijen. Dus het meest essentiële vraagstuk voor alle partijen is inmiddels de immigratie. Dat is een vraagstuk waarop zelfs extreem links en zogenaamd rechts prima kunnen samenwerken om de immigratie veilig te stellen. En dat is omdat immigratie is in principe niet eens, het gaat haar niet eens over het onderwerp zelf. Het is meer een soort van surrogaat loyaliteits. Dat is de vraag van, ben je loyaal aan Europa of aan de internationale kapitalisten, laat ik het zo stellen. Min of meer, dat is eigenlijk wat die vraag, wat is jouw positie op migratie? Het is van, ben je loyaal aan het Europese volk of ben je loyaal aan internationaal Amerikaans imperium, hoe je het kon noemen. Maakt niet uit hoe je het kon noemen. Maar het is een beetje de test, Wil. Het is een beetje de test van wat ben je nou eigenlijk echt. Ja, aan wie ben je nou uiteindelijk loyaal? Aan de internationale machthebbers of aan je eigen volk? Ja, ben je nou zogezegd soeverein of ben je gewoon een vazal? Het is natuurlijk niet zo'n enorm verschil ten opzichte van voorgaande jaren, maar ik blijf er nog steeds gewoon positief naar kijken dat er zo'n groot deel is van die bevolking daar die gewoon de juiste sentimenten durft uit te vaardigen in hun stemgedrag. Ja, dat is waar. 38% van de stemmers. En als je bedenkt hoeveel vreemdelingen Frankrijk al telt, dan kun je ervan uitgaan dat zeker de helft van de blanken op het Front National heeft gestemd, als het niet meer is. Ja, zeker. Nee, dat is wel op zich positief. Maar eigenlijk is dit hetzelfde met Engeland. Nou ja, eigenlijk beter dan Engeland, zoals je zegt, meer dan de helft. Maar ik blijf erbij. Rechts, zogenaamd rechts moet ik het noemen, nationalistisch. Nooit tactisch spelen, nooit. Ja, maar ik weet niet hoe je in campagne investeert. Dat zou wellicht wel beter kunnen. Maar in de zin van, hoe kun je tegen zo'n cordon sanitair opgaan? Waarbij dus alle tegenstelde partijen het uiteindelijk op één hakje gooien. Nou ja, ik zou zeggen, zet ten eerste alle
alles, al het geld op de breekpunten. Dat is ook hier niet echt gedaan. Dus zogezegd, het zwaartepunt is gewoon niet serieus genoeg genomen. En er wordt secundair gezien, zou ik zeggen, probeer in ieder geval een soort van oneenigheid, en het is allemaal smerige politiek, in bepaalde partijen te krijgen, mogelijk met zelfs infiltratie. Maar ik zou het gewoon doen. Ik bedoel, dit is een strijd voor Europa, hè, dus ik ga gewoon eerlijk zeggen wat je moet doen. En ja, dat is, probeer altijd slecht bloed tussen de linkse partijen zo te krijgen, bijvoorbeeld. Dat is heel goed, heel belangrijk. Het is allemaal heel theoretisch, maar het is wel belangrijk om want dit heb ik wel gezien in Engelse landen, zoals Australië. Daar is het wel gebeurd dat mensen dit soort infiltraties deden. Dat het ook werkte. Nou, dat is dan misschien maar voor één district. Maar nogmaals, doe dat massaal. Op een niveau van meer de Antifa-groepjes gebeurt dat deels ook in Nederland. Waarschijnlijk vanuit de inlichtingendiensten. Want je hebt echt allemaal van dat soort complete onzinsplitsingen. Dat verschillen tussen het volksfront van Judea tegenover het Judeaans volksfront eigenlijk. Wat volgens mij ook wordt gebruikt, zodat je niet... Ja, zo afhangende van wanneer de machtshebbers dat soort antifa-types wel of niet nodig hebben, dat ze uit elkaar kunnen laten gaan en dan weer kunnen laten fuseren. Ja, maar zo moeten wij ook spelen. Kijk, ik zeg, we zijn een officierenkorps, maar dat is dus ook partizaan zijn. Wat is het verschil tussen een soldaat en een partizaan? Het is alleen de kledij en ja, de lokaliteit waar je je in bevindt. En zo, je moet op alle fronten, ook wat is een inlichtingendienst? Het is gewoon een stukje leger eigenlijk, hè, dat zo gezegd. Zogenaamd onder bepaalde andere wetten en functies, is allemaal onzin. Het is gewoon een deel van het leger dat zich als georganiseerde partizaan constant bezig is. Dat is wat de inlichting in dienst is. Hè. Dat is gewoon politiek partizanen die gelegaliseerd zijn. Ja. Nou, het is politieke politie. En, ja, dat ook. Maar wat is een politie? Dat is ook gewoon een term. Ja, tot zeker ook. Nou, dan trek je dat wel heel ver door, want fundamenteel is alle staatsmacht gebaseerd op geweld. Nee, maar als je onderdeel van de staatsmacht bent, dan ben je geen partizaan. Een partizaan is altijd iemand die zich tegen de staatsmacht keert. Ja, okay, en daarom ook bepaalde kenmerken heeft die je niet zult aantreffen bij de politie. De politie hoeft helemaal niet geheimzinnig te doen. Die heeft gewoon de dekking van de macht. Ja, maar kijk, de inlichtingendienst zoals de Mossad doet, die doet dus wel in burgerkledingen voor moord plegen. Ja, dat weet ik wel. Dekking, dus die doet eigenlijk, dat zijn dus gelegaliseerde partizanen. Vervolgens wil ik ook zeggen, er zijn ook gewoon directe partizanen die gewoon ook gesteund worden. Bijvoorbeeld de kolonisten, dat zijn partizanen. En die zijn zogenaamd dan illegaal, ook volgens de Israëlische regering zijn die illegaal, maar vervolgens gaat het leger wel inbewegen elke keer als ze weer een stukje innemen. Het is een klein verschil, maar het is uiteindelijk allemaal politiek geweld en gewoon de definitie van partizanen te ver oprekt. Die kolonisten die al die huizen afpakken van Palestijnen, dat zijn eigenlijk gewoon een soort deurwaarders gestuurd uit naam van de overheid, van de Israëlische overheid. Nou nee, ze gaan geen partizanen. En dan bellen ze de overheid via hun regeringscontacten in de radicale partij, die vervolgens dan weer leger sturen. Het is dus deurwaarder doet precies hetzelfde. Die komt bij jou aan en als je niet betaalt, dan haalt hij de politie erbij, die gooit je huis uit. Dus het is precies hetzelfde. En ik wil dus op wijzen dat ze eigenlijk gewoon een legale status hebben. Niet officieel, maar semi-officieel zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat zeg ik ook. Dat is hoe die dingen werken. Maar dan is er dus nog wel die functie. Ja, ik wil dan toch nog eventjes in de trant blijven van Jans definitie van wat een partizaan is. Want we moeten nu hebben over de meest gevaarlijke partizanen. Partizanen uit Duitsland. Van een heel oude leeftijd. Er is namelijk zo'n organisatie daar genaamd Oma's Gegen Rechts. Oh. En deze organisatie heeft meer dan 33.000 handtekeningen verzameld. Dat is gepresenteerd aan de leiding van de Volksbank. Waardoor de donatierekening van de AFD is opgeheven. Het is nog wel mogelijk om te doneren bij de AFD via PayPal. Maar gewoon het normale bankverkeer zijn ze dus nu van afgesloten. Zo zeg. En om dan weer een nieuwe bankrekening te openen, dat zal ook bijna onmogelijk zijn. Want iedereen die zegt natuurlijk zo van ja, maar er is een andere bank die heeft jullie eruit gegooid. Dus waarom zouden jullie je als klant accepteren? Dus ja, dit is typisch een voorbeeld van waar de linkse ons van beschuldigen als fascisme namelijk. Hè? Dat is de totale vervlochtenheid van overheid en bedrijfsleven. De beheersende klasse in Duitsland, die zit zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Die komen elkaar voortdurend tegen. Die spreken elkaar, zijn naar dezelfde gremia geweest en zo. En zo zie je dat dus ook het bedrijfsleven, het grote bedrijfsleven, wordt ingezet
om politieke tegenstanders klein te maken. Ja, het zal behoorlijk moeilijk zijn voor de AfD om nu nog ergens financiering te vinden. Marine Le Pen, hè, van het Front National, die heeft precies hetzelfde gehad. Die werd allemaal uitgesloten van Franse banken. En toen heeft ze uiteindelijk een Russische bank bereid gevonden om haar lening te verstrekken. En toen hoorde je natuurlijk gelijk de leugenpersen van ja, Russische invloed, schande en zo, weet je wel. Het is gewoon een hele lastige situatie. En ja, ik denk trouwens dat de AfD niet eens naar Rusland kan om daar een bankrekening te openen. Want volgens mij zijn alle bankrekeningen in roebels van Europeanen, die zijn op een gegeven moment gesloten na het begin van de oorlog. Dus ja, ik vraag me af waar de AfD nu haar lening of haar donaties moet halen. Nou, je kunt nog wel via PayPal gewoon aan ze betalen, maar het probleem is, ik merk gewoon met heel veel mensen dat als ze een betaalmethode tegenkomen waar ze niet aan gewend zijn, dat het heel lastig is om ze daarbij te integreren. Ja, en PayPal is ook politiek gemotiveerd. Ja, dat ook, ja. Dus het is een kwestie van tijd voordat PayPal ook zijn rekening afsluit. Dat hebben we eerder gezien. In 2017 zeker, in de nasleep van het hele debacle bij Charlottesville, had je van allemaal organisaties, zelfs van organisaties die niet direct betrokken waren bij Charlottesville, werd gewoon PayPal betaalmiddelen werden gewoon uit de stekker eruit. Toen de tijd was ik bijvoorbeeld, laat ik zeggen, geabonneerd op een Amerikaans journaal zoals de Occidental Quarterly, hè, van Kevin MacDonald. En dan kreeg ik plotseling een berichtje van, oh nee, we betalen niet meer voor de Occidental Quarterly via deze manier, via dit middel, via PayPal. Ja, ja, dus dat is echt een groot probleem voor het AfD. En dan vervolgens, nee, het gaat nog verder, dan gaan we allemaal naar crypto uiteindelijk of zoiets. En dan wordt er gezegd van, oh, ver rechts is in enge cryptohandel en zit alleen maar op de gevaarlijke Telegram-site waar ook criminelen zitten. Dus van makker, je hebt ons hierin gedreven. Maar crypto kunnen ze uiteindelijk ook nog wat tegen doen, hè? En dat willen ze eigenlijk ook al heel lang, hè? Dat je op een gegeven moment... Ja, dat werkt dan niet helemaal geweldig. Nou, nog niet, maar ze zijn er wel aan het studeren hoe dat geregeld kan worden. Dus als je de betaalmogelijkheden afsnijdt van een bepaalde organisatie, wordt het voor die organisatie heel moeilijk. Dat zie je ook in onze kringen. Heel veel moet er gedaan worden met vrijwilligers. En een organisatie van vrijwilligers is gewoon lang niet zo slagvaardig en krijgt lang niet zulke getalenteerde mensen, over het algemeen althans, dan een organisatie die gewoon kan betalen, die gewoon je videowerk kan betalen, want mensen moeten toch ergens van leven. En dus ook gewoon de mogelijkheid dat mensen het fulltime doen. Ja, die volledig, die zich volledig kunnen specialiseren. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe zo'n, ik ken de naam altijd van die Milk Toast mensen niet meer, die kan ik niet herinneren, maar de gemiddelde conservatieve kanaal en zo, daar loopt een video-editor achter, een onderwerp, secretaris, moet ik het noemen, iemand die dat soort dingen voor ze schrijft. En dan heb je de hoofdsprekers. Het enige wat die mensen doen is, die komen gewoon even in het weekend samen of zo. Die spreken nog steeds wel 8 tot 10 uur of zo, hoor, in totaal aan shows. Dus het is niet dat ze, die hebben dan dus nog wel veel showwerk, maar die hebben dus dan alleen hun specifieke showwerk. Dus dat zijn, die kunnen daar leuke karakters spelen. En ja, al het editen, alle management, alles wordt gedaan. Alles wordt nagecheckt voor ze, dat hoeven ze niet te doen. Ja, ze krijgen zowel alle onderwerpen netjes voorbereid aangeleverd, wat heel veel tijd kost. En ook de nabewerking, die ook heel veel tijd kost. Dat wordt allemaal voor hen gedaan. Ja. En correspondentie met sponsors krijgen ze er ook nog bij. Dat hebben ze ook weer gewoon. Ze krijgen gewoon geld voor elke show die ze doen. Dus het levert wat op. Dus het is niet alleen een hobby, het is ook gewoon letterlijk werk. Het is gewoon... Ja, 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 dus ja. Oftewel, een organisatiestructuur waarin specialisatie tot stand kan komen, is een stuk efficiënter dan gewoon als je alles in jezelf moet doen als een multitasker. Ja, en als je mensen betaalt, heb je ook sanctiemogelijkheden. Kun je ook eisen stellen van het moet dan en dan klaar zijn. Dat kun je bij vrijwilligersorganisaties niet. Dat is echt een probleem. En ook om mensen te motiveren en zo. Het is allemaal daarvan afhankelijk. Dus ja, ze zijn effectief bezig tegen de AfD, denk ik. Er is natuurlijk wel één ding nog wat de AfD helpt. En dat is, kijk, ze hebben al redelijk wat gekozen functionarissen. Hè? En die krijgen hun salaris en die krijgen ook een budget voor medewerkers. Dus het is nog niet zo erg als dat het lijkt, omdat ze die partij hebben. Maar ja, als ze die partij gaan verbieden, wat ze ook graag willen. Maar goed, we zullen zien hoe het verder gaat. Maar het is een duidelijk voorbeeld van hoe de machthebbers proberen de oppositie onschadelijk te maken. Nou, dan gaan we nu over op 2 gevallen van misvorming en mispresentatie van onze Europese geschiedenis. Een nieuwe historische dramaserie van de BBC over de slag om Hastings, genaamd King and Conqueror,
zal zich onder andere focussen op een vermeende Anglo-Saxische edelman die de strijd aanbindt tegen de binnenvallende Normanniërs. De acteurs die hierin voorkomen zullen onderhand van Negroïde afkomst zijn. Dit wordt gerechtvaardigd op basis van zogenaamde kleurenblinde casting. Maar dit is gewoon een excuus om blanken gewoon uit een historische presentatie te werken. Ook plant de Universiteit van Cambridge een cursus genaamd Gender in Byzantium, waarin beweerd wordt dat transgenderisme, genderfluiditeit en non-binaire identiteit een normaal onderdeel van het Oost-Romeinse leven waren. Zo wordt een vrouw die zich voordeed als een man om zo het kloosterleven te betreden onder de monniken, omschreven als een geval van transgenderisme. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat de Romeinen gingen redelijk vrij om met allerlei seksuele dingen, zullen we maar zeggen. En daar heeft het Byzantijnse Rijk niet zo heel veel verandering in gebracht, hoewel ze wel christelijk waren. Maar ik hoor Jan al zeggen, dat is geen christendom, dat Oosters orthodox, dat is allemaal verderf en zo. Dat is raar. Maar om het dan gelijk transgenderisme te noemen, dat is natuurlijk wel heel heftig. Ja, zo'n vrouw die dan per se in een mannenklooster wil intreden, dat vind ik trouwens ook nog een heel typische spiritualiteit, zullen we maar zeggen. Misschien is dat een keertje voorgekomen, maar ze kan daar toch geen succes mee hebben gehad. Ja, misschien wel, want ja, die monniken die zien natuurlijk niks van elkaar. Dus misschien, en met die grote dikke gewaden en zo, misschien dat je gewoon helemaal niks zag natuurlijk. Ja, maar wat ook het geval was, je kunt het volgens mij niet helemaal gelijk gaan stellen aan het moderne sociale trendfenomeen van transgenderisme. Nee. Ik kan me ook niet voorstellen waarom je dat zou willen, eerlijk gezegd. Maar goed. Waarom ze dat willen is omdat ze zichzelf tegen intimiteit willen opbouwen. Hè? Ja. Zo van, oh, we bestaan al zo lang en bla bla bla. Nee, je bent gewoon... Maar waarom die vrouw zo per se in een mannenklooster zou willen. Ja, ik kan me wel iets voorstellen waarom ze dat graag zou willen. Ik denk dat er weinig vrouwen zijn die zoveel aandacht zullen krijgen dan. Ja, maar, het is net zo'n beetje als van die vrouwen die op een marineschip gaan werken. Die krijgen ook heel veel aandacht. Ja. Totdat ze na de eerste vaart weer gewoon thuis moeten blijven zitten omdat ze zwanger zijn. Nou ja, ik bedoel, in Irak was het toch ook gewoon de woestijnkonijntjes. Shay, wat een begrip. Ja, zo heette het. Dan had je één vrouw in zo'n heel squad. Ja, een woestijnkonijntje. Ja, die gaat nu voor andere redenen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Je zal heel veel aandacht krijgen van die mannen inderdaad. Ja, ja is ook zo. En het ergste is gewoon, dan wordt er vervolgens een DNA-test gedaan. En worden over iets van, is het 15 andere mensen? Is het vervolgens een dubbel squad, weet je wel? Die moeten dan 15 mensen moeten DNA-testen. Ja, van wie is het kind nou? Ja. Het is ook echt gewoon gebeurd. Hè? Dat is gewoon volledig. Dat is gewoon iedereen. Toen er nog geen vrouwen waren, moesten de mannen ze elkaar helpen. En dan had je in ieder geval. Maar had je in ieder geval het voordeel dat geen kinderen waren? Als dit het geboortecijfer verzekerd omhoog, dan ben ik wel voor vrouwen in het leger hoor. Dan gaan we weer terug naar Duitsland. De Duitse topvoetballer Toni Kroos is nu dat het EK ten einde is, met verlof gegaan. En heeft zich bij zijn laatste persconferenties uitgesproken tegen de achteruitgang omtrent de Duitse samenleving betreffende criminaliteit en migratie. Hij gaf aan dat Duitsland in de laatste 10 jaar ontzettend veranderd is. En dat als hij zijn dochtertje buiten laat lopen, dat hij dat liever doet in Spanje dan in Duitsland. Ja, wel typisch dat hij het doet nadat hij niet meer voetbalt. Hè? Voordien zou hij dat niet gedurfd hebben natuurlijk, vanwege de consequenties. Maar ja, nu kunnen ze hem in principe niet veel meer maken. Al zal die denk ik niet meer uitgenodigd worden om commentaar te leveren in televisieprogramma's en zo. Ja, hij wordt geen Johan Derksen. Ja, Johan Derksen heeft zulke dingen... Nou, Johan Derksen heeft dat soort dingen wel een beetje gezegd. Hè? Ik kan het nog doen, maar dan gaat het niet om. Het gaat gewoon weer van, oh kijk, een zwakke oude man die aan het eind van zijn carrière in één keer gebaseerd wil zijn. En dan denk dat hij, ja, ik wil niet te hard zijn, maar ik vergeef je niks. Laat ik het zo zeggen. Je bent nou niet in één keer een van onze jongens, omdat je nou in één keer zoiets zegt. Echt niet. Nee, echt daarnaast, niet. Wat hij verkondigde was ook niet eens zo principieel. Nee. Het is gewoon van kijk, Duitsland is een kankerhol geworden, dus ik blijf in Spanje. Succes jongens in Duitsland, yo! Ja, lekker. Ja, dus het is inderdaad niet zo heel sterk. Het doet hem ook een beetje denken aan Van Acht, hè? Die pas toen hij eenmaal premier af was, uiteindelijk zich met de Palestijnse kwestie is gaan bezighouden. En toen allemaal standpunten ging innemen die hij als premier echt nooit had ingenomen, zeg maar. Ja, ik was zo zwak van dat soort shit. Van, oh, ik wil de carrière is voorbij, geen bedrijf voor niks meer, weet je wel.
Ik ga lekker met pensioen. En dan in één keer dit soort dingen wel durven te zeggen op zijn minimaal, laat ik het zo zeggen. Kijk, als jonge man moet je dan toch echt naar de oudere generaties kijken van wat zijn jullie toch een zwakke, fucking walgelijke mormels van ons volk. Dat zulke generaties gewoon elke keer... Want het, nogmaals, het is letterlijk iedere maand dat je zo'n persoon ziet die oud wordt, carrière stopt en dan zegt hij iets of zo dat in ieder geval mild de realiteit inspreekt. Het enige verschil eigenlijk met de Sovjet-Unie en het Westen is dat in de Sovjet-Unie houdt niemand ooit op met liegen. En in het Westen dan is het zo van oké, mijn carrière is voorbij. Dat is het enige echte verschil nog een beetje. Ja, al kun je natuurlijk wel de aantekening maken van ja, stel dat hij dat 10 jaar eerder had gezegd, dan was zijn carrière toen ook al voorbij geweest, snap je? Hij had niet verder kunnen voetballen. Dus het valt sowieso samen met het einde van zijn carrière. Of dat nou vrijwillig was of niet. Ja, maar wees dan een man genoeg om het op een grote wedstrijd te doen of zo. Weet je wel, even, in ieder geval wanneer je nog belangrijk bent. Maar nou hebben ze zoiets van, oké, deze keer is met pensioen, boeien. Ja, dus ook met al die Franse generaals, hè, dan zijn ze letterlijk met pensioen, net. Ja, en dan zeggen ze van, ja, volgens mij gaat heel de blanke ras in Europa eraan. Wauw man, had je dit soort dingen kunnen zeggen toen je veldmaarschalk van het Franse leger was? Had je dit kunnen zeggen? Ja, maar wat ik zei, dan was de carrière daarna ook gelijk afgelopen. Ja, maar dat is het nu ook. Ja, nee, dat dan had je nog wat jongens kunnen ronselen. Dan had je hier een secundaire kunnen zeggen van, ga tegen het Amerikaanse imperium in of zo. Dan had je nog wat bravoer kunnen doen of zo. En dan maakt het niet uit wat ze met je carrière gedaan hebben, want je wou toch al stoppen. Doe het in ieder geval nog in het jaar dat je gaat stoppen. Doe het dan nog. Doe het niet letterlijk wanneer je gestopt bent. Maar het is ook tekenend voor de machtspositie van de elite. Hè? Dus dat mensen eigenlijk nooit iets durven te zeggen totdat het financieel voor hen niks meer uitmaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Het geeft wel één positief ding aan dat eigenlijk iedereen, net als in de Sovjet-Unie, iedereen, bijna alle functionaren, die weten gewoon wat er aan de hand is. En iedereen doet zich te dom en zo. Maar iedereen heeft zoiets van, oh, ik kan niet wachten tot dit fucking valt. Ik kan niet wachten tot dit valt. Maar makkers, iedere functionaris die denkt van, oh, ik wil dat dit valt. Dat gebeurt pas wanneer u wat zegt. Voordat je carrière voorbij is. Of in ieder geval dat je dingen doet om het land vooruit te helpen terwijl je nog machtig bent. Terwijl je nog een positie hebt in de ambtenarij of zo. Maar vaak is het ook zo dat ook dat er niet van komt. Dus dat ze gewoon echt niet alleen niks zeggen, maar dat ze gewoon meewerken aan alles wat er gebeurt. Ook geen stille oppositie plegen, wat natuurlijk volgens mij dan de beste oplossing zou zijn. Want je kunt vanuit binnenuit, kun je het systeem natuurlijk best wel hier en daar een beetje saboteren of in ieder geval een andere kant op laten gaan. Zeker, nee, maar je kunt gewoon bijvoorbeeld als je in, kijk het ligt eraan wat voor functie je hebt, maar je bijvoorbeeld in een motiefunctie zit, dus dat je de hele tijd over dingen moet stemmen en voordragen. Draag gewoon de hele tijd bijvoorbeeld vrede voor Palestijnen voor of zo. Als je in zoiets zit of zo. En elke keer dat gewoon doen. En je weet dat ze je uiteindelijk gaan ontslaan. Maar nogmaals, dit is een soort van een carrièreplan. Doe dat dan gewoon de hele tijd. En dan op je laatste paar dagen zeg gewoon het volledige bericht gewoon. En dan ontslaan ze je. En dan krijg je nog extra loon voor het ontslag ook. Wat hij eigenlijk had moeten doen is gewoon naar een voetbalfeestje gaan. En daar Ausländer raus zingen op die muziek van de oude stijl. Nee, maar kijk, je lacht hierom. Maar dit is een perfecte manier om je carrière af te sluiten. Dus voor je laatste wedstrijd ga je naar zo'n feestje. En dan zeg jij dit gewoon op. En dan ga je met alle mensen Ausländer raus zingen. Nou, dan krijg je een heleboel blablabla. Maar het is te vroeg voor ze om je, zogezegd, uit het team te halen. Of doen ze het wel, dan helpt dat alleen maar met het vuur te stoken. Nou, en dan speel je dus of een laatste wedstrijd, al zingend Ausländer raus, nog na de wedstrijd, et cetera. Allemaal media-aandacht, hartstikke mooi, hartstikke geweldig, goed einde van je carrière. En als ze je van het veld afsturen, nou, dan ga je dus naar het feestje met je echte fans, zogezegd. En dan ga je daar nog als je met de wedstrijd bezig is. En dan heb je ook een geweldige afsluiting. Maakt niet uit, Edel. Maar dat doen ze. Carrièreadvies van Wildgeraas. Ja. Ik wil dan word je wel een van de, nu al boven de 360 gevallen, dat er politie is uitgerukt om te gaan onderzoeken, omdat er dan een melding was geweest dat iemand in de buurt had gehoord dat er Ausländer raus werd gezongen. Ja, of dat ze het alleen maar denken gehoord te hebben, dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Ja. Ik hoor stemmen. Ja, ze zingen Ausländer raus. Ik heb een hekel aan mijn buurman. Ik hoor dat hij Ausländer raus zingt. Iedere keer je de hekel had aan je buur in de Sovjet-Unie, dan zeg je gewoon van dat was een fascist. En dan werd je meegenomen. Ja, of in vroeger tijden, van als je een hekel had aan je buurman, dan zei je dat hij een heks was. Hè? Ja, buurvrouw. Ja, buurvrouw meestal, ja. Nou ja, kijk, Reino, daar moet ik wel secundair bij zeggen. Dat was eigenlijk gewoon een middeleeuwse poging van de kerk om het geboortecijfer omhoog te halen. Want ik heb gewoon gezegd tegen iedere keer van, kijk, ga gewoon naar die buurvrouw en zeg gewoon van, of wij zijn nou man en vrouw, of je bent een heks. Nou,
Nou jongen, ik weet niet hoor, maar veel mannen die denken na een huwelijk pas echt dat ze die vrouw een heks is. Ja, maar dan kun je het alsnog zeggen. Dan hou je ze ook in toon. Kijk, dit is het enige wat de katholieken ooit goed hebben gedaan. Mag ik er eventjes op wijzen dat het vooral tijdens de tijd van de reformatie was dat ze de heksenjacht pas echt... Ja, dat maakt me niks. Maar goed, maakt niet uit. Ja, het is grappig. Ja, maar ik vind het wel tekenend zo van, ja, mensen kijken dan zo heel nederig neer op het verleden met de Stasi of met de Gestapo of zo. En dan is het nu zo van, ja, er zijn gewoon echt tig mensen dus geweest die over zo'n, zo'n simpel liedje gaan ze dan zo een heisa maken dat ze de politie erbij halen. Ja, en er is in ieder geval één rechtbank geweest, ik weet niet van de ander, die gezegd heeft dat de tekst op zich niet strafbaar was. Maar er lopen een heleboel zaken, dus ik ben benieuwd hoe het zich verder zal ontwikkelen. Ik weet nog dat er zo'n stukje propaganda was in de jaren 90 of zo tegen de Sovjet-Unie van wij hier in het Vrije Westen hebben geen haatspraakwetten en andere politieke spraakwetten. Wij zijn het Vrije Westen 10 jaar later. Ja, precies. Ja. De arrogantie ook eigenlijk wel, het facile kinderlijke, de arrogantie van zogezegd het Westen en liberalisme in zijn algemene, gewoon naar de oorlog in zijn algemene. Dus alle propaganda ging over wij zijn het echte Vrije, wij zijn het... Blablabla. Ja. En dan zie je, kijk je er nu naar, het is gewoon hou je bek, man. Iedereen is liberaal, gewoon je denkt gewoon hou je bek, man. Maar zijn jullie straks fucking mogelijk voor jeugd? Er zijn heel wat onderwerpen waarover ik veel vrijer kan praten in de Sovjet-Unie dan hier. Ja. Nee, dat is ook echt zo. Dat is het mooie. Dat is letterlijk zo. Ja. Kijk, weet je wat het is met de Sovjet-Unie? Van ja, oké, je bent een fascist en dan krijg je natuurlijk meteen je stok doorgesneden door de Stasi. Maar, of tenminste, dat zeggen ze dan is het gewoon gelijk voorbij. Maar het is wel zo, van als jij bijvoorbeeld daarin een academische opleiding doet en je gewoon constant zegt, nee, ik ben trouw aan de Sovjet-Unie, dan mag je daarover DNA spreken. Dat was wel zo. Dat is een beetje het interessante, dus van als je daar maar gewoon constant looft van, ik ben een echt communist, dan mag je wel over bepaalde onderwerpen spreken. En dan mag in het Westen nog steeds niet, al ben je zogenaamd een goed liberaal. Ja, want als je zegt, ja, ik geloof alles, zeg maar, waar of niet waar, dan mag je nog steeds een hoop dingen niet zeggen, want als je dat zegt, dan word je eruit geflikkerd. Ja, dat is waar. En daar kun je gewoon zeggen, van, ik ben gewoon echt een goed communist, maar kijk, ik heb gewoon de onderzoek gedaan en dit zegt het. En dan accepteren ze je eigenlijk wel makkelijker. Of zelfs als we de resultaten niet accepteren, wat ze dan, want dat is ook wel gebeurd, dan zeiden ze gewoon van, oh ja, nou ja, dit is niet jouw schuld en er is gewoon iets fout in de berekening. En dan schuiven ze het weg en dan snapt hij wel wat er aan de hand is. Ja. Dan schuiven ze het onderzoek weg, werd nooit gepubliceerd, maar jij werd ook niet bestraft. Je werd niet bestraft. Oké. Okay. Dan kreeg je gewoon van, onderzoek wat anders of zo. Oké. Oh, dat wist ik niet, maar ja, goed. Het is haast een goed professionaliteit, zo van, je schuift het even af, zo van, dat publiceren we niet. Ga maar even wat anders. Een haast verfrissende, maffia-achtige professionaliteit die de Sovjet-Unie heeft. Je zou het graag gaan missen. Had, hè? Om nog verder te gaan vanuit de verhoudingen van Midden- en Oost-Europa. In de nasleep van het uitbreken van de Oekraïne-oorlog en het uittreden van de VS van het Intermediate Range Nuclear Forces-verdrag, het INF Treaty, in 2019, gaat de VS nu Tomahawk-raketten in Duitsland plaatsen met een bereik van 1000 mijl. Deze Tomahawk-raketten kunnen ook bewapend worden met kernkoppen. Ze zijn echt bezig om... waar zijn ze eigenlijk mee bezig, vraag je af. Hè? Ik snap het niet zo. En ook niemand die er tegen protesteert, geloof ik. Hè? Vroeger zou je duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen op straat hebben gehad. Geen kernwapens, help de kernwapens de wereld uit. Te beginnen uit Nederland, weet. En nu wordt het gewoon neergezet. Het komt misschien ook omdat er geen propagandafilms meer worden gemaakt. Of althans, er worden geen films meer gemaakt over de nucleaire holocaust die we kunnen riskeren op deze manier. Hè? The day after en zo. Niemand die protesteert. Het is onvoorstelbaar. Er was een hele beweging tegen de kruisraketten, tegen de kernwapens op Woensdrecht. In Amsterdam zijn er toen iets van 100.000 mensen geweest die geprotesteerd hebben. 400.000 zelfs. 400.000? Ja, het is echt gigantisch. Ja. En nu is het alleen maar krekels. Je hoort niks erover. Het is onvoorstelbaar. Dus zo zie je maar hoe de media een enorme rol spelen in het leven van de mensen. De mensen zijn echt NPC's. En je hoeft geen Alfred Vierling te zijn om echt heel heftig geraakt te worden door de constante provocaties en het opschroeven van de inzet eigenlijk de hele tijd. Het is echt... Ik ben maar blij dat je het met de woorden raken had over de provocaties en niet over de raketten zelf. Ja, precies. Trouwens, voordat we overgaan nog naar de raadronde van Reinoud, dan wil ik nog even afvragen. Hebben jullie nog de recente meldtocht van Jordan Peterson op Twitter gezien? Ja, ik weer een nieuwe. Hij had het over de New Nazi Troll Rats. En dat deze wonen op de zolder van hun moeders. En dat ze
allemaal pathologische eigenschappen hebben, zoals narcisme, machiavellianisme en natuurlijk sadisme. En hij sloot af met iets van walging is nog te veel. Walging is al een verspilling. Disgust is wasted on you. Ja, dus ja, die man die gaat echt helemaal door het lint. Maar het erge is, dit is dus niet eens een plotselinge uitbarsting. Want je kunt dus zien dat dat bericht dat is aangepast minstens één keer. Hè? Dus hij heeft er echt over nagedacht dat hij deze hele scheldpartij, waarbij hij dus iedereen die het niet met hem eens is over Israël, hè, want hij likt de aars van Netanyahu, dat hij die uitmaakt voor nazi's en onmensen en zo. En dan moet je bedenken, ik had er eigenlijk best respect voor hem, want ik vond zijn colleges. Ja, ik vond zijn colleges die ik gehoord heb best wel goed. Maar ja, dat is al een jaar of 4, 5 geleden. Hè, dat ging toen over. Ik weet altijd dat hij een soort van persoon was die mild spiritueel begrip had. En dan gebruik je dat om de normies mee te verwarren en zitten. Ik wist altijd dat hij zo'n nep-shamaan was. Dat doet me een beetje denken aan dezelfde shit dat je toen uit de Hindoes kreeg en zo. Tijdens de Beatles. Nou, hij was een soort beetje vloeiend spreken en de hele tijd over archetypes doen, maar dan vervolgens geen echte diepte brengen of wat dan ook. Gecombineerd met heel veel zelfhulpspul dat je in elk zelfhulpboekje kan lezen. Ja, dat klopt. Wash your penis. Ik bedoel, wash your room. Clean your room. Zelfhulpspel werkt wel. Hè. Zelfhulpspel werkt wel voor mensen die, zogezegd, ja, een standaard brein hebben, zou ik eigenlijk zeggen. Daar helpt het echt voor, zo'n boek. Alleen, dan vervolgens is hij degene die zogezegd vooruitgeschoven wordt. En daarom krijgt hij een soort van mythische kwaliteiten aangeschreven door het regime en zo. En hij zijn intellectueel. Maar nogmaals, het is gewoon een rehash van elke zelfhulpspul. En dat werkt gewoon altijd. Daarnaast wil ik ook gewoon even, ik probeerde een paar jaar terug dat 12 Rules for Life te lezen. Maar ik vond het echt onleesbaar, omdat hij constant de hele tijd hak op de tak gaat. Welk filosofisch deelgebied hij benaderd. Dus ene moment heeft hij het gewoon over metafysica, ander moment heeft hij gewoon over ethica, dan heeft hij een maatschappelijk inzicht daaruit, maar het gaat zoveel heen en weer en ik kon er echt, het was niet lekker lezen. Hij had een enorme grote volgelingschap, hè? Echt miljoenen mannen die hebben hem intensief gevolgd en als je ook leest, die hadden ook heel erg veel aan wat hij zei, want het kwam er toch een beetje op neer dat hij min of meer die mannen met bepaalde praatjes toe zich gelokt heeft. Hè? Dingen die een klein beetje kritisch waren richting feminisme. En hij was wat kritisch op de persoonlijke voornaamwoorden wat tegenwoordig moet van het transgenderisme en zo. Daar heeft hij heel veel mensen mee naartoe gelokt. Maar diezelfde mensen, voor hem valt hij echt enorm door de mand. Hè? Want er zijn maar, hij had echt miljoenen en miljoenen views van dat laatste bericht. En hij heeft misschien 5.000 likes erop gehad of zo. Dus die man die is passé, dat is heel duidelijk. Ja. Daarnaast moet er ook gedacht worden gehouden dat hij omschrijft zichzelf ook expliciet als iemand die identitair nationalistisch gedachtegoed bij jongeren voorkomt. Bij mannen met name, ja. Ja. Maar kijk, hij werd ook gewoon artificieel extreem vooruitgeduwd. Hè? Laten we dat niet vergeten. Ik weet nog de tijd dat elke fucking video die je op YouTube kreeg en je recommended en alles was altijd hem. Hm. Ja, ook gewoon het fenomeen van, stel je voor, je hebt je autoplay knop aan op YouTube en je valt in slaap op je keyboard. Dan word je de volgende ochtend wakker met Jordan Peterson. Nou, dat was toen zo en nu is het toevallig wat andere mensen. Maar in principe, ja, het is gewoon het regime steunde hem volledig. Iedereen dacht van, oh, hij is anti-regime. Nee, het regime steunde hem echt volledig. Het was agressieve advertenties. Hij had ook dingen gedaan voor de Verenigde Naties en zo. Maar ook gewoon niet zo erg anders dan zoals bijvoorbeeld ook met BradTube werd gedaan. Hè? Toen je echt in 2018... 2020 echt die enorme opkomst had van marxistisch, echt meest cringe van cringe linkse YouTubers. Dus denk aan Vash en zo. Broodtube. BradTube. Oh, oké. Okay. Rising naar dat stomme boek Conquest of Bread of zo. Dat soort shit. Oké, okay, nou ik kende de term wel, maar die heb ik al een hele tijd niet meer gehoord namelijk vandaar. Ja. Ja, maar ik doe me ook gewoon denken dus aan dat fragment van Peterson, dat hij door iemand uit het publiek werd gevraagd omtrent dat boek van Solzhenitsyn, 200 jaar tezamen. Mm, en Peterson die kijkt de andere kant op, doet zijn, ik denk diep heel diep napoos. En dan geeft hij antwoord en dan zegt, ik kan het niet doen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een heel zwakke persoonlijkheid fundamenteel. Hij had gewoon die verslavingsproblemen, waardoor hij heel lange tijd vast zat in Rusland. Dat hij zich liet behandelen. Als je kijkt naar zijn familie en zo, dat is ook echt gewoon nogal een zooitje, zeker met die dochter, die Michaela, die dan allemaal nogal suggestieve foto's heeft met Andrew Tate.
Of gewoon dat, die klassieker van die foto, dat ze dan in een BH staat en dan een selfie maakt. En dan zie je in de spiegel zie je haar dochtertje in de achtergrond kijken van mama, wat doe je nou in godsnaam? Weet je wat het is met die kerel? Ik heb ook wel wat jongens in onze milieu, hoe je het kan noemen, beweging. Die zeggen ook van, ja, ik ben gered door Pietersen. Nee, bakker, nee, je bent niet gered door die fucking Mogol. Daar ben je nooit gered door. Jij had een jong moment waarin je in principe een zelfhulpboekje moest lezen. En de enige manier waarop je daar naartoe gekomen bent, is dan door middel dus van deze agressieve advertenties van deze keer. Maar uiteindelijk, jij bent degene die is gaan sporten, je bent gaan lezen. Je hebt letterlijk je kamer opgeruimd onder je ogen. Je hebt al die dingen zelf gedaan. Hij was in principe het boek dat naar jou in de hoop dat je aan hem bleef vastzitten, et cetera. En daar ben je nu van vrij en het gaat nog steeds goed met je. Dus het was niet hem. Het is niet hem. Niet deze rare shaman of zo. Jij hebt het gedaan. Je hebt gewoon een zelfhulpboekje in principe gelezen. Dat is gewoon de actiebereidheid geweest dan uiteindelijk. Maar je hebt het zelf gedaan. Ja, ja, mensen ja, moeten echt ja. los van dat figuur komen. Nou ja, ze zijn dus gered door een zelfhulpboek. Alleen moeten ze loskomen van de auteur. Want wat die auteur te berde heeft gebracht is niks bijzonders, zou ik kunnen zeggen. Nee, en de auteur is duidelijk gewoon zoals Victor als intro. Ja. Die kill is helemaal weggepaard, man. Ja, ik bedoel, het is ook bijvoorbeeld. Maar dat gaat al echt heel lang terug volgens mij met de Morkwaas en psychisch probleem. Want je had bijvoorbeeld dat fragment in Maps of Meaning, dat boek van hem, dat hij het erover heeft dat hij dat zijn seniele oma dan op hem afloopt met haar schaamhaar in de hand en dat ze dus met dat schaamhaar zijn gezicht ging bestrelen en zo. En dat hij het maar gewoon niet gebeuren omdat hij niks tegen die oma durfde te doen en zo. Ik bedoel, de raarste droom die ik ooit heb gehad was een stuk milder. Dat was dus dat ik op de trap van mijn ouderlijk huis stond en ik had een komkommer in mijn hand. En toen keek ik even mijn huiskamer in, tv stond aan of zo. En toen keek ik weer gewoon naar die komkommer en die komkommer was in een wijnfles veranderd. Ik weet niet wat de jonge Janen daarvan zouden maken. Nou, ik denk dat je een soort Jezus-complex hebt. Jij verandert alles maar in wijn. Nou, ik vind dat wel. Ik vind dat wel een goed voorbeeld om aan te nemen, dingen veranderen in wijn. Ik denk dat dit ook een beetje Franse invloed is, toch, in jou. De Frank is dit... de bank. Dan gaan we nu over naar de ratelronde van Reinoud. Een Reinouds ratelrondje, oftewel berichten uit het gekkenhuis. We hebben het al eerder gehad over de belabberde toestand van Zuid-Korea. Veel te veel werk, veel te veel stress, veel te feminisme, veel te weinig kinderen, veel te weinig identiteit. Een eten waar zelfs een Engelsman zijn neus voor zou ophalen. Geen wonder dat in dat land het aantal zelfmoorden de pan uitreist. Een favoriete werkwijze daarbij is om zich van een bepaalde hoogte in de diepte te storten. Deze vallende ziekte heeft nu zelfs de robots bereikt, zo lijkt het. Zuid-Korea heeft een enorme robotbevolking. 1 robot op elke 10 Kims of Parks. Dat zijn volgens mij bijna de enige 2 namen die ze daar hebben. Aangezien robots en autisten voor elkaar geschapen lijken, hebben veel Koreanen een nauwe emotionele band gekregen met hun bedraden, chipshoudende tegenvoeters, zeg maar de echte NPC's. Groot was dan ook het verdriet over een robot die werkte als ambtenaar op het gemeentehuis van Gumi. Dat is een plaats in Zuid-Korea. Onderzoek heeft uitgewezen dat de robot een hele tijd stond te talmen op een overloop en zich toen ineens stortte van een hoge trap. Toen hij werd gevonden, reageerde hij niet meer. De stad is nu in diepe rouw. Hij was één van ons, zegt 1 ambtenaar. En de kranten staan vol over deze eerste robot-zelfmoord, zo noemen ze het. Waarom zou hij het gedaan hebben, vraagt zich af. Het was vast de stress en het overwerk. De overheid stelde laatst nog een werkweek in van 69 uur. C-3PO kan er ook allemaal niet meer tegen. Of eigenlijk meer R2-D2 als je kijkt naar zijn uiterlijk. Misschien vond hij zichzelf wel te dik. Dus net zo'n beetje als die laatste scène in Terminator 2, waarin dus de Terminator zichzelf laat afzakken in de lava om de toekomst met de slechte robots te voorkomen. Wat een prachtige heldendaad. Dat was echt de meest soort verwijzing die ik ooit heb gemaakt op Wildgeraas. Ja, of die robot die was gewoon, die keek om zich heen terwijl die helemaal hoog stond. Keek heel Korea, Zuid-Korea, keek hij helemaal langs en hij dacht van, God, waarom heb jij mij verdoemd?
Dit staat er niet meer. Ja, ja. Ja, maar het is dus opvallend. Je zag ook allemaal beelden van de robots die ze daar nu dan hebben in dat gemeentehuis. Het is inderdaad, ja, het is gewoon een beetje een ton op wieltjes die dan de hele tijd rondrijdt en zo. Maar hij kon ook zelf de lift nemen en dat soort zaken. Hij werkte op verschillende verdiepingen, dus hij kon best veel, ja. En hij was toch intelligent genoeg om in te zien in wat voor een ellendige toestand hij gekomen was. En dus flop zo van de trap af. Volgende onderwerp. Een week geleden stonden de kranten vol met juichstukken over ene Nikki Hiltz. Een transgender hardloopster die zich had gekwalificeerd voor het Amerikaanse vrouwenteam voor de Olympische Spelen in Parijs. Aan de weldenkende kant van het politieke spectrum werd Hiltz naar voren gehaald als alweer een biologische man die zich voor een vrouw uitgeeft om zo oneerlijk voordeel te hebben in de sport. Gelukkig blijkt dit allemaal echter op een misverstand te berusten. Nikki blijkt gewoon wel een vrouw te zijn. Hun gevoelens zijn echter dat hun een man is eigenlijk. Nikki Hiltz heeft God nog niet ter verantwoording geroepen over zijn fout bij het uitdelen van de zielen, maar hun wil wel dolgraag zijn fout corrigeren en testosteron gaan slikken. Jammer alleen voor hun dat de regel ingevoerd is dat transseksuelen niet mogen deelnemen aan de geslachtsraces van hun keuze en dus moet hun wel bij de vrouwen meedoen. In een vraaggesprek met Runner's World zegt hun: naar de Olympische Spelen gaan is zo'n droom voor mij. Maar het is ook een droom van me om testosteron te nemen, of gezichtshaar te laten groeien, of een topoperatie te ondergaan. Dat wil zeggen, je borsten eraf te hakken. Grote dus, levensaspiraties. Dus ik denk dat ik deze sport soms echt haat. Nou meid, ik heb gehoord dat de voorbind deeldoos in de aanbieding zijn. Veel succes. Pure walg. Okay, sterf hier okay. Van de walging. Oké, okay, oké. Okay. Ik voel me nu net dat robotje uit Zuid-Korea. Het is gewoon... Nee. Nogmaals, ik heb een berekening gemaakt hier in Zuid-Korea, waar nog meer transgenders dan in het Westen zijn. Kort kom je over de grenzen de natuur van Noord-Korea zien. En ik dacht, god, waarom heb ik... Had ik maar vleugels. Over dildo's gesproken, als het een beetje tegen zit, zal het verschil met het origineel binnenkort niet meer merkbaar zijn. Plastic, in de vorm van microplastic, is namelijk ontdekt in testicles en sperma, zo schrijft The Guardian. Het plastic komt in het bloed met ons eten, drinken en ademen. Het zit met name in de verpakkingen voor voedsel en drinken. Elk jaar worden er miljoenen tonnen aan plastic afval in het milieu gedumpt. Dit plastic zou een oorzaak kunnen zijn van de stijgende problemen met het functioneren van de mannelijke genotsknots. De vruchtbaarheid van mannen is de afgelopen decennia gedaald en meer onderzoek naar de schade is hoogst noodzakelijk, zeggen onderzoekers. De penis is bijzonder kwetsbaar voor vervuiling door de microplastics vanwege de hoge bloedstroom tijdens de erectie. Microplastic beschadigt de cellen in ons lichaam en kan ontstekingen veroorzaken. Mensen van wie de slagaders besmet zijn met microplastic hebben een aanzienlijk verhoogd risico op een beroerte of een hartaanval. De enige manier om te voorkomen dat plastic wordt afgebroken tot microplastic is om het te verbranden. Maar ja, dat levert CO2 op. En dat is natuurlijk het echte milieuprobleem. Dan gaat de aarde opwarmen en komt Nederland onder water te staan, of zoiets. Er is gelukkig nog één positieve zijde aan het verhaal. Sommige mannelijke geslachtsdelen denken misschien dat God een foutje heeft gemaakt en dat ze bedoeld zijn om altijd hard te zijn. Dat hij dus in werkelijkheid eigenlijk een dildo is, zeg maar een trans dildo. Dankzij de vervuiling met plastic vordert het herstel van deze vergissing langzaam, maar zeker. Wat heb je net gehoord? Ik moet eerlijk zeggen dat... Ik soms krijg ik wel af... Is dat wel allemaal waar? Want dan zeggen ze zo van... Oh, ja, hoe moet je het nou noemen? De vruchtbaarheid van mannen en zo gaan naar beneden. En dan denk ik aan de ene kant van geloof ik geen fuck van. Tegelijkertijd dan zie ik ook wel weer dat er heel veel mensen zijn... Maar is dat dan door microplastics? Dat geloof ik dan helemaal eigenlijk niet. En tegelijkertijd, ja, kan. Maar bijvoorbeeld laten we het hebben over die schutter. Die schutter die Trump opschoot. Kijk, die kerel die ziet eruit alsof die... Laat ik het zo zeggen, dat het niet zogezegd microplastics is en dat het meer genetica is. En bij hem kan ik wel geloven dat er problemen zijn, ja. Ik heb het details niet bij de hand, maar ik heb toch wel begrepen uit onderzoek dat echt de vruchtbaarheid van mannelijke sperma met stappen achteruit holt.
Dus ja, daar dat is het klaar. Maar ik heb echt, ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Ja, ik merk het individueel niet. Laat ik het zo zeggen. Maar, de ultieme is altijd ultieme solipsisme. Ja, ja. Dan hebben we gewoon bijvoorbeeld misschien niet zoals hoe heet die nou? Ah, Victor, jij weet wel welke ik bedoel. Maar die kerel die zegt van, we hebben gewoon een probleem met mutationele ladingen. Dat we gewoon te veel mutanten hebben. Edward Dutton, ja, 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 ja. Maar ik geloof niet dat het betekent dat als je daarmee problemen hebt, dat gewoon ook zeg maar de kwaliteit van sperma ook per se achteruit gaat, hoor. Dat, ja, er zal wel een verband tussen zitten, maar het kan inderdaad zo zijn dat dat hele gedoe met microplastics er nog aan bijdraagt. Kan ook. Kijk, het kan allebei zijn, het kan één van de twee. En natuurlijk Jan, met het beoordelen van of sperma vruchtbaar is of niet, je produceert er gewoon elke dag een paar miljoen. Dus er zullen wel gewoon tussen in die miljoen zullen er wel zeker wel een paar zijn, om het licht te zeggen, die wel vruchtbaar zijn. Maar dat neemt niet weg dat voor de rest de kwaliteit ervan echt enorm afneemt. Ja, ja. Ik weet het helemaal niet. Dus in principe dus 6 miljoen elke 6 dagen. Ja, oké. Okay. Nou. 6 okay. miljoen inderdaad. in 6 dagen. Oké. Okay. Daarna moet je nog 9 maanden wachten. Hè? En dan weet je het echte resultaat of je echt goed fatsoenlijk vruchtbaar was of niet. Ja, ja, ja. Nee, maar kijk, alle grapjes tenzijde. Soms dan... Kijk, die grafieken die je dan daar ziet, die zijn zo dystopisch dat ik het haast onmogelijk vind om te geloven. Snap je wat ik bedoel? Zou er dan niet inmiddels al een ander onderzoek zijn geweest waarbij die bevindingen werden tegengesproken? Want ik geloof, het speelt al een aantal jaren volgens mij. Hoor. Ja, je hoort het al een aantal jaren, maar ik heb zoiets van, het is zo dystopisch, dat zou dus ook echt betekenen dat we gewoon een hele groepering stelletjes hebben die gewoon... Laat ik het zo zeggen, dan zou je bijvoorbeeld naar de spermabank verkoopcijfers kunnen kijken. Dat zou dan ook in andere metrieken terug moeten komen, maar dat zie je dan nooit. Ik denk dat we maar moeten houden op de woorden van Trump. We are monitoring the situation. Ja, 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 ja. Nou ja, het is wel een serieus probleem als het echt zo is. En nogmaals, ik vind het gewoon moeilijk te stellen. Maar goed, microplastic is volgens mij echt wel een groot probleem. Dus of het nou direct de vruchtbaarheid verandert of niet, het wordt overal aangetroffen in je lichaam. En daar hoor je dus eigenlijk nooit wat van. Hè? The Guardian heeft hier nou over geschreven. Maar als je het over milieuproblemen hebt of zo, dan gaat het altijd over CO2. Ja. En over de vervuiling, dus met name van dit soort dingen, daar hoor je dus niets over. Terwijl, dat is echt een groot probleem. En ook nog, dat is dan ook interessant, de enige manier om van die microplastics af te komen, dat is om dat plastic echt te verbranden. Maar ja, dat wil men dan niet. Hè? Dus dat, wat dat weerspreekt dan de klimaatdoelen op een of andere manier, voor zover dat echte wetenschap is. Ja, je zou bijna een complot vermoeden. Hè? Dat er heel veel hete lucht geproduceerd wordt over CO2. Maar dat het grote probleem van de vervuiling, dat je daar gewoon niets over hoort. Eigenlijk, wanneer hoor je nou over vervuiling? Terwijl er toch heel veel schadelijke stoffen geproduceerd worden. Met name bijvoorbeeld bij het maken van batterijen voor auto's. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is het altijd. Op z'n hoogst hoor je soms een Marxist over de lithium dingetjes of zo van Elon Musk. Marxisten durven niet te spreken over wat India gewoon direct de zeeën inwerpt. Hmm. Iedere dag. Ja. Gewoon India, hè. Dit hele continent, gewoon wat die elke dag gewoon uitschepen in hun afvalzeeën eromheen. Ja. En China niet te vergeten, die zijn ook... Ja, China ook. Ja, India is gewoon onvergelijkbaar. Het is immens. Kortom, er is nog veel te doen. Ja. Ja, kijk, de Engelsen hadden toch in India moeten blijven. Daar geef ik wat toe. Ik ben voor de rest geen kolonialist, maar... Nou ja, zo aantrekkelijk vind ik India persoonlijk niet bepaald, hoor. Nee, maar daarom zeg ik, geef maar aan Engeland. Dan kunnen ze daar hun tijd mee besteden. Ja. Voor eeuwig. Voor eeuwig en eeuwig. Zie je de soort van herbetaling voor alle zonden in de wereld. Je originele zonde is dat je voor India moet zorgen. Ja. Nee, je straf is dat je voor India moet zorgen. Ja, straf. Ja. Nou, hiermee zijn we weer door alle relevante nieuwtjes, controversiële meningen en meeslepende verhalen van de week 28 van 2024 heen. Dit was Wild Geraas en wij denderen weer voort als een trein door politiek incorrecte streken en over politiek correcte volgende week. Naar de volgende week. Tot dan. Oké, jongens, ik heb net bericht gehoord de schutter is geïdentificeerd als Samuela Aydina. Ik kan er niet mee weg blijven komen.